Goed, dames en heren, wij heropenen de oriënterende rondevergadering en we waren gebleven bij agenda punt 5, dat is de nota grondexploitatie 2018. Wie wil daar het woord over voeren? Ik zie de heer Stelpstra, CDA, niemand, meneer Gelling. Dus kijken of we hetzelfde tempo als de heer Snijders net had kunnen aanhouden. We beginnen bij de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Wat mij betreft kunnen we het tempo inderdaad inhouden, want veel op te merken hebben wij niet, althans niet in detail. Wat ons wel van het hart moet, mijn hele fractievoorzitter heeft natuurlijk uitvoerig deze grondnota bestudeerd. En aan mij de eer om er wat van te mogen zeggen. Maar wij komen eigenlijk tot de constatering dat je het wel leest. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Hè? Meeste grond verkocht bedrijfsmatig, huizen worden goed verkocht, alles gaat eigenlijk fantastisch. Wat ons dan blijft verbazen is dat zo gauw het dan op een externe constatering daarvan aankomt, hè, de Belastingdienst die in zaken de vennootschapsbelasting meekijkt hierin, dan komt u nooit met uw grondbedrijf, waar het allemaal zo goed gaat, door de ondernemerstoets heen. En nogmaals, die toets die zegt niets anders dan dat een eenvoudig mens zou moeten kunnen leven van de handelingen van het grondbedrijf. En dan zou je toch zeggen, als het allemaal zo goed gaat, als er miljoenen ingelost worden links en rechts, dat een eenvoudig mens, althans ik kan voor mezelf praten, daar wel van zou kunnen leven, voorzitter. U schrijft ook pagina 14 van de notitie dat er over het afgelopen jaar een resultaat was van €1.667.000. Die kan ik ook niet terugvinden. En dat is het volgende namelijk. Als ik de cijfers elke keer napluis, als ik zie wat in de grek staat, maar dat dan terugkoppel naar de begroting, dan kom ik er eigenlijk nooit uit. En doorgaans ben ik daar in alle onbescheidenheid best wel handig in het maken van koppelingen en het vinden van bedragen. Maar ik zie hier telkens andere dingen. Zo zie je bijvoorbeeld ook voor volgend jaar in de begroting, niet van de GREX, maar van de gemeente staan, dat er voor 17 miljoen aan investeringen wordt gedaan. Ik zie dat er veel investeringen onder de lasten worden geboekt. Het lijkt een soort van kasboek wat u aanhoudt, terwijl u wel weer verwijst naar een jaarrekening van het grondbedrijf. Lang verhaal kort, wij zien eigenlijk niet precies dat het zo goed gaat terug in de cijfers en in de beoordeling van de fiscus daarvan. En de vraag is eigenlijk niet zozeer dus op detail verantwoordingsgebied, maar meer algemeen, of het niet mogelijk is om de informatie die kennelijk naar de Belastingdienst gaat, ook gewoon naar ons te sturen. Dat zou moeten inhouden wat betreft een balans en een rekening en verantwoording, een soort van rekening van winst en verlies, zoals u maar wil noemen. En dan mag u uitsplitsen over al die onderdelen zoals er nu ook in staat, waar voorzieningen en alles getroffen wordt. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat we het doorlezen. We hadden graag heel veel vragen willen stellen, maar ik zou echt niet weten waarover. Omdat je eigenlijk inzicht en grip op de materie volledig kwijt bent. Dus de vraag is heel concreet eigenlijk aan u. Ik weet niet of u nog tot uw grote goed wil rekenen om daar de laatste maanden van het actieve bestaan toe te gaan besteden. Maar wat ons betreft zouden we wel prettig vinden als er een andere manier van verantwoording zou komen ter zake het grondbedrijf die in ieder geval aansluit bij de begroting en bij de jaarrekening. Voorzitter, begrijp ik de heer Gelling goed dat hij, misschien zou ik daar iets in kunnen betekenen, dat hij graag een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wil? Ik had meer het idee dat hij aan het solliciteren was als belastinginspecteur. Nee, ik zou wel. Daar ga ik voor liggen hoor. Nee, maar ik zou fijn. Ik zou graag willen zien, kijk, even heel plat, ik lees dus dat het fantastisch gaat, hè? De miljoenen die vloeien terug. Maar als ik dan alle cijfers ook in de begroting bijvoorbeeld zie, zie ik dat niet. Hè? Daar overtreffen de lasten telkens de baten. En, dat vind ik interessant, dus dat is één, hè? Dus die aansluiting die zie ik er niet in. Even heel concreet, hè? U houdt van voorbeelden. Als ik pagina 14 van de GREX sta, daar staat dan dat er een afwijking is van de begroting van 1,6 miljoen, maar een tekort van 1,3. En er staat in de GREX dat er een winst is gemaakt van 1,6. Nou, dat is opgeteld wel zo, maar dat is dus geen positief resultaat. Dus wat ik graag zou willen zien, is dat zelfs ik kan begrijpen wat er nou precies gebeurt hier. Hè? Dat ik niet alleen lees dat er heel veel miljoenen worden verdiend en teruggaan, maar dat ik ook dat kan zien. En dat is wel de uitnodiging naar het college, dat ook dat wat dan kennelijk naar de Belastingdienst gaat, en op grond waarvan de belastinginspecteur heeft geconstateerd dat een eenvoudig mens daar niet van kan leven. Nou, dat zou ik dan graag willen zien, want dat betekent dat er in ieder geval geen paar miljoen over de tafel gaat, want daarvan, nogmaals, kan een eenvoudig mens wel degelijk leven. Even voorzitter, zonder gekheid. Hoor ik hier de heer Gelling nu zeggen dat hij, gelet op de opstelling van de fiscus,
die dus geen winstverwachting ziet, dat hij vindt dat de cijfers van de Grex dan niet kunnen kloppen? Met andere woorden, disqualificeert hij hier het gemeentebestuur dan? Ja, u gebruikt grote woorden, meneer Bedogge. Wat ik alleen zeg is... Ik probeer het wat duidelijk te maken, hoe de positie is. Als er in het hele verhaal staat dat er miljoenen verdiend worden, en dan laat ik het zo duidelijk mogelijk naar u formuleren, dan zou dat moeten betekenen dat ook de inspecteur die een toets doet of dit grondbedrijf vennootschapsbelasting waardig is, ik hoef dat niet uit te leggen, toch in ieder geval dezelfde constatering moeten doen dat er heel veel verdiend wordt. En dat zie ik niet. Zeg nog, er wordt een voorschot genomen dat er tot 2019 nog geen sprake is van een vennootschapsbelasting. Helder, genoeg zo. Ik had het ook eerlijk gezegd niet zo gehoord. Volgens mij wilt u gewoon de gegevens die naar de Belastingdienst gaan, wilt u ook hebben, waaronder bijvoorbeeld de balans in de winst- en verliesrekening. Dat is eigenlijk wat u vraagt. Helder. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Een algemene opmerking die wellicht een beetje aansluit bij de heer Gelling. Ja, wij lezen de Grex ook altijd met veel plezier, maar vinden het toch wel moeilijke materie. Je moet wel enigszins verstand van zaken hebben. En eigenlijk is de vraag van, ja, zou dat niet wat makkelijker gepresenteerd kunnen worden? Dat is even een algemene opmerking. Een ander punt is ten aanzien van de grondexploitatie-kengetal. Er staat 2016 was die 15%, 2018 wordt die 19%, 2019 16%. Dat zijn forse percentages. En als we kijken naar de VNG, die geven aan dat hoger dan 10% als kwetsbaar wordt betiteld. En wij missen eigenlijk dat perspectief binnen deze hele nota. En zouden eigenlijk willen verzoeken om dat soort informatie ook in de toekomst mee te nemen. Oké. Ja, volgens mij liggen er maar twee echt concrete vragen aan richting het college. De heer Prins. Voorzitter, ik ben wel enigszins verrast. Zoals u alle weet loop ik al wat jaren mee. En sinds we de Grex in deze vorm doen, heb ik tot nu toe alleen maar gehoord wat een goed leesbaar stuk. Dus ik ben daardoor enigszins verrast. Maar laten we de ogen niet sluiten voor datgene wat u aangeeft. Dus ik stel voor dat we voor degene die daar graag wat meer zicht op wil hebben en die zegt van nou het is voor mij een beetje rijden en wel wat dichter mist, dat we een informatieve bijeenkomst doen om u het helder te maken en om dan ook af te spreken van datgene wat u ontbreekt, ja, wat wij daar aan kunnen doen om daarin te voorzien. Dus dat is mijn voorstel en volgens mij heb ik dan al uw opmerkingen daarmee te pakken gehad. En ik stel voor dat we dat nog voor het kerstreces proberen te doen. Ja, en ik zal daar de griffie vragen om die zaken op te pakken. Want ja, het kan niet zo zijn dat u zegt van we hebben er helemaal geen grip meer op. Dat is nooit de bedoeling geweest, dat is niet de bedoeling. En dat was in het verleden ook niet zo. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat nu opeens wel zo is. Ik zou het wel even willen toelichten, hoor, voorzitter. Ja, we zitten in een situatie dat wij onze fractie aan het groeien is. Dus ook een aantal nieuwe mensen instromen. En als die dan dit soort stukken moeten lezen, dan lopen ze toch wel tegen vrij veel vaktermen aan en dat soort zaken. En vanuit dat perspectief denk ik dat het wel eens goed is om even te herijken van hey, zetten we de dingen duidelijk op papier. Ik hoor is goed achter mij, dus dat betekent dat uw verzoek wordt ingewilligd, als ik het goed mag samenvatten. Ik denk dat daarmee de vragen beantwoord zijn, dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Dat is juist. We gaan volgende week alle stukken integraal behandelen, dus het wordt sowieso een bespreekstuk, ondanks dat ik eigenlijk verwacht dat er over dit stuk niet zoveel vragen meer zullen zijn volgende week. Maar we moeten het dus als bespreekstuk op de agenda zetten. Agenda punt 6. De begroting 2018, de gemeente Aardenberg. Wie of wie? CDA, ChristenUnie, VVD. Nou, beginnen we met deze. U ook, mevrouw? Okay, en maar de blaadjes? Oké. Dan begin ik even aan de rechterkant dan in dit geval. CDA. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk één vraag. Wij zien in de investeringsbegroting parkeren 1,1 miljoen ruim als investering staan. In de meerjarenbegroting zit die feitelijk. Maar de vragen zijn van ja, hoe vast zit die er voor het college in? Omdat wij denken dat er ten aanzien van parkeren waarschijnlijk nog wel wat ontwikkelingen zullen komen. Oké.
Meneer Odink, Christian. Dank u wel, voorzitter. We hebben een drietal vragen eigenlijk. De bevaarbaarheid van de Vecht. Er wordt momenteel volop gewerkt aan het plaatsen van sluizen, hè, bij Junne en bij Diffelen. En dus wordt er zeg maar, verder gewerkt aan de ontsluiting van de Vecht en het bevaarbaar maken van de Vecht. Met respect voor zeg maar, wat ooit bedoeld is als de Vecht, als laaglandrivier, zijn we wel benieuwd van ook een beetje vanuit het oogpunt van recreatie en toerisme, of wij als Hardenberg daar ook klaar voor zijn. Hè? Dus ook met betrekking tot ons haventje, recreatie en toerisme. Dus ik ben wel benieuwd of we daar helemaal klaar voor zijn, of dat daar ook nog ontwikkelingen zouden moeten plaatsvinden. We hebben gezien dat er ook wat vragen zijn gesteld met betrekking tot technische vragen voor de evenementen. En ook het aanscherpen van wat betreft de veiligheid. Hè? Het CDA heeft daar ook vragen over gesteld. Maar we zijn wel benieuwd, we onderkennen ook het belang daarvan, hè, dat het belangrijk is. Maar we zouden wel willen zien van, is er ook een mogelijkheid om zeg maar, zodat de vrijwilligers op het moment dat die gaan aanvragen, niet een evenement ontmoedigingsbeleid gaan ervaren. Met andere woorden, dat de procedures en het invullen van allerhande formulieren, et cetera, of dat allemaal niet te zwaar gaat worden. Dus we zijn benieuwd hoe daarmee omgegaan wordt en of daar ook een eenvoudige portal voor beschikbaar komt, dan wel een loket, dan wel ook iets in een adviserende functie. En de andere vraag, dat betreft dat heet GDPR, maar dat heeft alles te maken met veiligheid van data, de General Data Protection Regulation. Dat hangt als een zwaard boven heel veel bedrijven, maar ook boven de gemeente, voor wat betreft de veiligheid van de privacy en ook voor de gegevens van onze burgers. In mei 2018 moet daar het inland voor geregeld zijn. En we zijn ook benieuwd of daar concreet aan gewerkt is, gewerkt wordt. En wat daar ook de status van is. Dat waren mijn vragen. Instantie. Meneer Mulder. Ja, dank u wel. Een tweetal vragen. Eén over de stationsomgeving. Daar wordt aangegeven dat men de investering in de stationsomgeving. En de gemeente gaat voor 2020 daarmee niet aan de slag. Maar ProRail vindt dat het station van Hardenberg voorlopig prima voldoet en wil dan ook niet mee investeren in de opwaardering van het stationsgebied. En dan is de vraag aan het college, kan het college een update geven van de ontwikkeling en de consequenties van de uitspraak van ProRail? We hebben daar al hele mooie plannen van gezien, maar hoe gaan wij daar nu mee verder? En de tweede vraag gaat over verkeer en vervoer. Deze gemeente die schrijft op in de begroting, college van wij streven ernaar om een bereikbare, verkeersveilige en leefbare gemeente te zijn. Nu de crisis voorbij is, groeit de mobiliteit. Ja, dat horen we elke dag op de Nederlandse wegen. En Hardenberg is op dit moment nog goed bereikbaar en dat willen we graag zo houden. Nou, de automobiliteit loopt wel tegen zijn fysieke grenzen aan, zo staat er geschreven, waardoor er nog meer ingezet moet worden op de fiets en het openbaar vervoer. En dan de vraag van onze zijde is, en er is al eens een keer vaker over gesproken, betekent dat het college nu ook eens een keer expliciet gaat kijken en in overleg met Arriva wat voor mogelijkheden het station Bergentijn ons daarin kan bieden. Dat waren ze. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Het Fonds Maatschappelijke Initiatieven is vorig jaar op initiatief van de ChristenUnie tot stand gekomen vanuit het besef dat de gemeente zich steeds meer terugtrekt uit haar rol als allesregelende en uitvoerende overheid en juist initiatieven vanuit de samenleving wil stimuleren en faciliteren. Daarvoor is €50.000 beschikbaar gesteld. Ziet de portefeuillehouder voor 2018 noodzaak voor een verhoging van dit fonds? PVT? Voorzitter, ik had niet in de gaten dat meneer Grampel al klaar was, maar dank daarvoor. Ik hoorde de toon oplopen, dus de vraag was gesteld. Het kan soms snel gaan. Ik zou zeggen, neem er een voorbeeld aan. Voorzitter, dank u. Ik zal de hint tot mij nemen. Want dat kan ook, voorzitter. Laat ik u zeggen dat wij bij het lezen van deze begroting natuurlijk wel blij werden, want alle uitgangsposities die wij de afgelopen 3 jaar wel eens dachten voor dovemansoren hier tentoon te spreiden, die neemt het toch allemaal zo over.
Jammer dat de voorgaande sprekers daar de loftrompet wat minder breed over doen laten schallen. Maar voorzitter, wij zijn natuurlijk blij. U had ons al bijna toen u de schuldpositie ging terugbrengen naar een NSQ van 71% over 3 jaar. Voorzitter, wij pleiten een paar maanden geleden nog voor 100% schuldquote. Dat vond u niet een goed idee, maar dit is natuurlijk fantastisch. U wilde overigens zelf beperken tot 120%. En de vraag is eigenlijk waar u daarop stoelt. Hè? Waarom maar niet gelijk 100 of een ander bedrag? Waar komt die 120% vandaan? Maar het is een kniesorenvraagje, voorzitter, want wij waren natuurlijk al lang happy dat u ook eindelijk aangaf het een belangrijk punt te vinden. Even terug naar de uitgangsposities. U schrijft in uw inleiding dat de historie betroffen bezuinigen en beperking en ambities verhogen van belastingen en bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Nou, wij zijn blij dat u niet gelijk, nu er wat meer lucht lijkt te zijn, al die grondvesten gelijk maar aan de kant schuift. U blijft wat zuinig in uw ambities en dat vinden wij eigenlijk gezien de fase waarin we zitten een uitstekend idee. Hè? Daarmee laat u wat ruimte aan de volgende raad, die daar ongetwijfeld wel een invulling aan kan geven. Wij zijn ook blij met de aandacht voor regionale betrokkenheid, ontwikkeling van de centra aangevoerd en natuurlijk de lastenverlichting die erin zit. Voorzitter, ik zou de heer Gelling toch willen adviseren om ook nog wat over te houden voor de algemene beschouwing van volgende week. Nou ja, meneer de voorzitter, waarom? Ik kan me ook wel vertellen dat dat vast wel gaat lukken daarin. Nou ja, zijn positivisme hoor ik dan graag terug. Nee, ik wil graag van de collega gebruik maken om 2 avonden achter elkaar positief te zijn, heer Beukerman. Dat is mij in geen jaren gebeurd, dus u kunt mij die dat ik zou de laatste zijn die u dat onthoudt. U kunt dat genoeg het dan niet onthouden, lijkt mij hierin. Dus met uw instemming ga ik nog even door. Want ook ter zake de BH zijn wij blij dat het naar een opgaveorganisatie gaat worden. Niet zozeer vraag gestuurd, maar opgave gerelateerd. Nou, u begrijpt het last als een jongensboek. Ik zal het dan wel wat beperken om meneer Beukerman niet alle zaken maar weg te pikken, zodat hij volgende week niks meer overhoudt, want daar zit de angst, begrijp ik met name in, meneer Beukerman. Dus daar zijn wij buitengewoon content mee. Nog wel een opmerking die ik wel wilde maken, die ik interessant vond, even terzijde, is dat ik zie dat een geluidsonderzoek wat naar de geluidsbelasting N34 wordt gedaan, op basis van een motie, toch €15.000 kost. En ik vind het wel interessant om dat toch even hier een keer aan het voetlicht te brengen. Want wij kunnen heel veel dingen vragen, hè. We kunnen eindeloos moties neerleggen, schriftelijke vragen en al wat daarbij hoort. Maar het lijkt mij wel interessant om dit soort van informatie bij voorbaat eens kenbaar te maken. En alvorens er iets gevraagd wordt, ook wel te beseffen waarom je iets vraagt. En ook wat de druk voor de organisatie dat tot gevolg heeft. Maar ook gewoon wat het kost om daar een bureau voor in te schakelen. Ja, voorzitter. Volgens mij, ten tijde van het bespreken van die motie, is ook aan de orde geweest dat het gewoon geld ging kosten. Dus ik snap ja, even goed, het punt niet. Nee, ik begrijp dat u mijn euforie wat wil temperen hier. Maar dat gaat u niet lukken, meneer Zelfsa. Ik vind het een aardige gedachte om bij vragen gewoon in het besef te leven dat als je iets vraagt, dat gewoon een ambtelijke druk tot gevolg heeft. En dan zou ik het wel interessant vinden om daar ook eens op terug te komen en te kijken wat nou het resultaat was van een vraag. Dus niet alleen om het vragen. Meneer Gelling, misschien is dat ten overvloede, maar de meeste van ons zijn ons daar volgens mij uitstekend van bewust dat als wij iets vragen, dat het meestal geld kost. Nou, misschien heb ik dat gezien, de kwaliteit van uw vragen niet helemaal juist ingeschat. Maar dat zal ik dan de volgende keer doen. Dat laat ik geheel bij u, meneer Gelling. Ik dacht van Luiten dat u graag eens een keer een half paginaatje in een krantje wilde. Maar dat heb ik dan wellicht verkeerd ingeschat. Het zijn allemaal inhoudelijk gedegen vragen, begrijp ik. Voorzitter, ter afsluiting zou ik nog wel graag van u wat willen horen. Althans van de voorzitter van de Raad ter zake veiligheid. Want dat is toch een belangrijk item tegenwoordig. We worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Nog steeds. Nog tamelijk ver van ons af, maar het houdt ons wel bezig. In ieder geval mijn fractie. En ik zie daar wat algemene zaken opgezond. En ik zou graag eens van u willen weten hoe u dat inschat voor de komende 4 jaren. Ook in relatie tot de evenementen. Hè? Want de veiligheid die u daar volgens mij bedoelt, ziet met name op het gebruik van apparaten en dat soort dingen. Hoogwerkers, allemaal heel belangrijk. Maar wij zouden toch wel graag iets van u willen horen wat uw visie is ter zake de veiligheid voor de komende 4 jaren. Ten meer ook omdat we onlangs nog gehoord hebben dat zelfs de gemeenteraden geïnfiltreerd dreigen te raken door duistere sujetten. Dan wil ik daar geen voorzet op nemen dat het al aan gebeurd is hier, voorzitter. Maar wellicht goed om daar toch enige aandacht voor te hebben. Ik mag dat ook zeggen, voorzitter, want ik hoorde laatst van iemand dat er meer VVD's voordeel zijn dan leden van de motorclub. Dus wij mogen daar rustig een opmerking over maken. Voorzitter, laat ik het bij je. Goed. D66 dan? Voorzitter, dank u wel. Ja, de loftrompet die is ook voor ons uit de kast gehaald. We zien een aantal punten
die wij al in eerdere jaren vurig hebben bepleit, terugkeren in ook deze begroting. Nou ja, dat mag ook geen verrassing zijn, omdat je de kadernota ook samen hebt gemaakt wat dat betreft. Ook inderdaad toch een paar vragen inhoudelijk en dat is meer de uitwerking van een aantal programma's wat dat betreft. Het gaat over onder andere wonen. Wat ik enigszins mis in de tekst is bijvoorbeeld het wat meer flexibel bouwen voor bepaalde doelgroepen. Er waren al een paar keer wat toezeggingen gedaan om eens te kijken naar bijvoorbeeld tiny housing en anderszins wat kortdurende bouwprojecten wat dat betreft. Mogelijk kan het college daar nog een reactie op geven. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor niet-commerciële recreatiewoningen om daar toch bewoning in toe te gaan staan. Daar hebben we eerder al wat vragen over gesteld en ook dit zie ik niet terug in de programmering voor de komende jaren. Bereikbaarheid. Er is al een aantal jaren achter elkaar eigenlijk door jeugd in jeugddebatten, onder andere bij de Zevenlinden, aangegeven dat fietspaden in het buitengebied met name slecht verlicht en daarmee onveilig gevoeld zijn. En graag wilde ik daar ook wat aandacht voor vragen, ook richting deze begroting, omdat we het wel hebben over een goede bereikbaarheid en goede fietspaden. Maar over dit item zie ik eigenlijk heel erg weinig terug. Mogelijk lees ik eroverheen, maar dan graag in ieder geval daar een reactie op van ook weer het college. Hetzelfde geldt voor het huisvestingsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Dat is al een paar keer ook weer toegezegd van ja, daar gaan we mee aan de slag met het voortgezet onderwijs. En ik zie wederom ook hier op niks van terug in deze teksten. En in aansluiting tot slot, voorzitter, op de ChristenUnie, de stationsomgeving, hoorden wij dat het stationsgebouw dat nu leeg staat, niet door de NS wordt vrijgegeven voor het gebruik door externen, bijvoorbeeld voor een horecagelegenheid of iets dergelijks. Heeft het college enig zicht op de invulling van dit pand? Daar wil ik het voorlopig even bij laten. Dank u wel. Op koers.nu. Dank u wel, voorzitter. Als wij al een vraag zouden hebben, dan is die inmiddels gesteld. En dat was over de stationsomgeving. Dus daar willen we ook graag iets meer over weten. Nou, gaan we zo meteen horen dan. Last but not least, de Partij van de Arbeid. Zijn de humeuren van PvdA en VVD meestal communicerende vaten? Dus hoe blijer de heer Gelling, hoe triester wij soms. Vroeger was dat niet zo onder paars, maar tegenwoordig is dat wel zo. En andersom. Nou, helaas, ik zal het advies van meneer Breukelman had ik mij ook al voorgenomen om de precieze details te bewaren tot de algemene beschouwingen. Ik heb eigenlijk maar twee detailvragen. De laadpalen die worden genoemd, 68 voor de hele gemeente. En dat wordt in een groot project gezamenlijk met andere partners gedaan. Wat ik helemaal mis is of particulieren, we hebben hier niet zo lang geleden een inspreker gehad die graag een eigen paal voor de deur wilde en die ook wilde vullen vanuit zijn eigen zonnepanelen. Ik vroeg me af of die daarin zijn meegenomen. Het tweede is bermbeheer. Dat klinkt ontzettend leuk, het verwaarden van bermgras. Alleen ik ben dan wel meteen bezorgd. Want ik wil heel graag horen dat dat niet leidt tot een ander maai- of zaaibeleid, omdat dat dan straks weer meer geld oplevert en we dus van de regen eigenlijk in de druk belanden. Dat kan niet helemaal de bedoeling. Dus dat waren mijn twee vragen. Voorzitter, zou ik nog een vraag mogen toevoegen? U wel. Dank u wel. Dat gaat even over de organisatieontwikkeling. Daarover wordt gesproken in de begroting en er zit ook een hele rits bijlages bij. Het is bij elkaar toch wel een fors bedrag wat wij daarin gaan stoppen. We zijn ook onlangs geïnformeerd. Alleen het blijft nog een beetje een ongrijpbaar onderwerp. De noodzaak begrijpen we, alleen wat gaan we ervoor doen, is nog niet helemaal duidelijk. Nou heb ik begrepen dat dit onlangs ook besproken is in de Raad van Ommen en dat zij een aantal hoofdlijnen op papier toegestuurd krijgen. En ik zou willen vragen of wij die ook kunnen krijgen, zodat we wat meer gevoel krijgen bij die forse investering. Oké. Okay. Dan is denk ik het woord nu aan het college en ik weet niet wie er... Ik denk de heer Jansen. Ik zat me onderweg te bedenken dat ik mijn jasje vergat. Maar als voorzitter, zonder ketting mag ik zonder jas, denk ik. Een paar vragen over de investeringsbegroting parkeren. Ik vat het niet helemaal, want ik kan er twee kanten mee op. Ik kan het hebben over parkeren in de zin van dat er 2020, 2021 een investeringsbedrag
opgenomen is omdat onze apparatuur dan een keer vervangen moet worden. Nou, wij zijn hier altijd een beetje, voorzichtig zuinig. Zolang het goed draait, draait hij. Maar op enig moment dan wordt hij of te inbraakgevoelig of te storinggevoelig. En geen van tweeën moet je hebben, dan moet je een keer vervangen. Nou, er staan een aantal jaren voor. Dan moet hij ongeveer vervangen. En misschien kun je nog een keer een jaar rekken, maar dan is het ook op. Dus hoe dan ook, dan moet daar even een andere softwareapparatuur in. Ik kan hem oppakken in een grote brede lijn. Ja, en dan is hij heel simpel. Dan hebben we grofweg richting, volgens mij, op koers al een keer beantwoord. Dat je zegt van nou, 1,6, 1,7 kost het. 3 ton pakken we ongeveer zelf. 1,4 hebben we aan inkomsten nodig. En dan heb ik het geheel van parkeren. En als ik van het ene systeem naar het andere systeem ga, dan moet je wel even een goed sommetje maken. Want als je van betaald, bij wijze van spreken, naar blauw zou gaan, dan ga je een aantal dingen weghalen, maar je gaat ook nieuwe kosten maken. Want je moet een heel uitvoerig vergunningssysteem voor blauw maken. Je moet het uitvoerig controleren. Daar ga je niet op verdienen. En je moet zorgen dat de beste plaatsen niet iedere dag bezet zijn. Dus dat is de andere discussie die je hebt over wel of niet betaald parkeren. Ik schat in dat u de eerste even bedoelde, maar veel verder naar achteren schuiven zal niet gaan. De tweede gaat over bevaarbaarheid van de Vecht. Dus hadden we er al klaar voor, daar zullen we nog wel een paar dingen aan moeten doen. Want anders is de Vecht er eerder klaar voor dan Hardenberg. En dan zouden we moeten zeggen, u mag hier wel komen, u mag wel even aanleggen. En dan moet u, als u wil blijven, doorvaren naar het haventje in Grondberg. Nou, dat zal niet de bedoeling zijn. Een van de dingen die binnen het kader van het Vechtpark nog bekeken moet worden is, we zullen binnen niet al te lange tijd ons haventje nog wel een keer moeten uitbaggeren. Dat moet één keer in de zoveel jaar, dat is een aantal jaren geleden gebeurd, moet binnenkort nog een keer weer. En dan moeten we ook even kijken van waar gaan we een plek hebben waar wij bootjes neer kunnen leggen. En welke voorziening heb je nodig? Je hebt een douche toiletruimte nodig als je bootjes hier hebt liggen. Dus die moet dan nog meegenomen worden. En als het aan mij ligt, proberen we die in het kader van het geld voor het Vechtpark gewoon mee te nemen. Maar dit zal zeker moeten. En inmiddels is er ook een vereniging van booteigenaren, of hoe heet die ook maar weer, van de mensen die hier graag de bootjes willen hebben liggen. En die zijn al stevig met ons aan het meedenken over hoe zouden we dat ongeveer kunnen doen. En daar kunnen een paar centen in. En als we willen, kunnen er ook heel veel centen in. Dus daar ergens moeten we het krijgen. De watersportvereniging. Dus, ja, onder andere. Dat is over de bevaarbaarheid. De sluis bij Marienberg is bezig. Binnenkort gaat die verjunnen bezig. En welke boten kunnen wel, welke boten kunnen niet. Dat geven de maten van de sluis aan wat hier kan komen. In de breedte, in de lengte en in de diepte. En die ligt ongeveer op een meter. En dan moet er nog iets met water, met het waterschap geregeld worden, maar dat is van later zorg. Dus mag ik er één vraag aan stellen. Want is het uw bedoeling dan om het huidige haventje als vaste aanlegplaats daarvoor te gebruiken? Met een douche en een wc? Of overweegt u om daar echt een leuke haven ergens te maken? Ik schat in dat het huidige haventje die functie niet aan zou kunnen. Er zullen wel 3, 4, 5 bootjes kunnen liggen misschien. Maar die zal dat niet aankunnen. Dus die zal toch buiten het haventje zal je plek moeten vinden. En dat zoeken we. Meneer Mulder en ook anderen vroegen naar de stationsomgeving. We hebben onze plannen neergelegd. Nou, een journalist is uiteraard aan het bellen enzovoort gegaan. En ProRail zegt, nou, wij vinden dat niet nodig. Ik had het ook gezegd als ik ProRail was. Want als ik dat namelijk niet gezegd had, dan hadden wij gezegd, en wanneer kunnen we nu vangen? En had de provincie gezegd, wanneer ga je nu geld leveren? Want dan hadden ze hem op de lijst moeten zetten. ProRail heeft op dit moment nog geen geld. En die heeft nog niet in zijn topprioriteit staan. En dus gaan ze het liefst zeggen van, nog even niet. En is het zo dat je zegt, de Hardenberg is zodanig gevaarlijk dat hij bij de top 5 van de allergevaarlijkste stations staat? Nee, nog niet. Maar je ziet wel de drukte toenemen. En ook ProRail zegt dat het station niet voldoet aan de normen en dat het perron te smal is en dat het zo nog niet weer zou mogen. En u hebt ook gezien in onze plannen dat ProRail
mede er oorzaak van is dat de plannen duurder uitvallen dan wij eerst dachten. Om te zeggen van ja, maar qua veiligheid moet je dan dit, qua veiligheid moet je dan dat, moet je zo, dan moet je zo. Oorspronkelijk zeiden we van nou ja, we lopen nu over het spoor, kan dan ook wel. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat houdt ProRail tegen. Dus daar zit een, laat maar gewoon heel nuchter tegen elkaar zeggen hier, daar zit natuurlijk een innerlijke tegenstrijdigheid in wat ProRail hier zegt en wat ProRail doet. Maar ik snap hem wel, want anders moet je nu leveren. Blijft voor ons het verhaal, zorg samen met anderen dat je op de agenda komt, ook met ProRail, en dat er een moment komt om. En je moet je plannen klaar hebben en je moet ook aan de voorkant laten zien dat je ruimte maakt om te investeren. Nou, wij weten het. Dan is ook heel belangrijk het doortrekken van de trein van Almelo naar Hardenberg die gebeurd is, maar ook de elektrificatie van die trein, waar de provincie op dit moment mee bezig is en waar ik goede hoop heb dat gaat gebeuren. Want op het moment dat die geëlektrificeerd gaat worden, dan kun je ook nadenken over het station Bergentheim. En voor die tijd niet, omdat de trein nu al amper de ruimte heeft om op tijd in Hardenberg te komen en nu niet nog een keer tussentijds kan stoppen. Als je gaat elektrificeren, als dat traject gelopen is, dan komt er meer ruimte. Dan kun je ook met treinen wisselen. Dan zou je ook van Zwolle, Emmen, van Hardenberg, Almelo en van Zwolle, Enschede de boel bij elkaar kunnen vegen. En dan kun je weer arrangementen maken. Wordt Hardenberg nog weer drukker van. En als het verhaal wat laatst even speelde, trek hem nou van Emmen nog eens door richting Stadskanaal of richting Musselkanaal, zodat je naar het Groningse kan en zodat je ook naar de Duitse kan. Ja, kijk, dan wordt het nog weer belangrijk. Dus met andere woorden, wij zullen meerdere kaarten steeds weer moeten spelen om op de agenda te houden. Meneer Mulder. Ja, maar kunt u ook even aangeven van hoeveel druk deze gemeente daar legt? Regelmatig overleg, kunt u daar iets meer van zeggen? Als wij daar een beetje veel invloed in ons eentje over zouden hebben, dan zouden we al op de kaart staan. Wij zullen daar de provincie voor mee moeten hebben, we moeten ProRail meekrijgen, we zullen met het Rijk iets moeten doen. Met andere woorden, het is zoals met meerdere van zulke projecten en zoals we ook met de wegen hebben gezien. Je moet beginnen, je moet doorgaan, je moet vooral volhouden. Ik hoop niet dat het verhaal wordt van de 34, want die stond in 1994 al op de agenda. Maar als wij ook daar niet iedere keer maar weer als een marathonloper toch maar weer meters hadden gemaakt en iedere keer door waren gegaan, dan was hij niet gekomen. Dus dan zou het kunnen kloppen wat ProRail zegt? Nee, dat klopt niet wat ProRail zegt, maar ik zeg wel, ik zou het ook gezegd hebben als ik ProRail was, hij voldoet niet aan de eisen. Maar ze hebben nu geen geld om op de begroting te zetten. En als je dan zegt, nog een keer, ja, Hardenberg heeft helemaal gelijk, dat moet morgen gebeuren, dan is de volgende vraag, en hebt u overmorgen nog geld? En dan is ProRail afhankelijk van het geld wat de minister geeft. Daar gaat ProRail ook zelf niet over. Dus de lobby moet naar heel veel kanten. Maar nog een keer, het begint met, je moet een plan hebben en je moet er zelf in geloven. En dat moeten wij uitstralen met elkaar. Dat is de update die ik daarover kan geven. En dan heb ik het over Bergentheim ook tegelijk gehad. Dan ga ik naar meneer Gelling, die mij de hele dag goed maakt. Hij is blij met heel veel, hij heeft er eigenlijk twee avonden over nodig. En D66 is dat eens. En dan herinner ik hem aan de eerste begroting in deze periode. Toen was het van, doen wij nog wel iets goed? Het is twee mogelijkheden. Of wij hebben in 4 jaar tijd veel geleerd, of de oppositie heeft wat geleerd. Die laat ik graag in uw midden. Maar dank voor de positieve opmerkingen. Daar hebben we met z'n allen ook echt ons best op gedaan om het proces goed te krijgen en om hem ook goed leesbaar te krijgen. Ook al omdat er zo langzamerhand ook weer anderen meelezen en mee gaan lezen die in een volgende periode weer wat moeten doen. Dus dank. Geluidsonderzoek N34, ja klopt, kost geld. Soms gaan we er heel creatief mee om. Ik kijk even naar D66 die ook een vraag stelde over panelen die dan zonne-energie moeten opleveren. Daar hebben we gewoon mondeling tegen elkaar gezegd. We hebben het helemaal uitgezocht. Even. En als we nu verder gaan, moet het heel veel geld gaan kosten. Maar het gaat opleveren dat het niet kan. Want dat we veel goedkoper op een andere manier kunnen doen. En toen hebben we samen geconstateerd, dan gaan we dat dus hier niet doen. Maar soms is er iets zeggen, nou dit moeten we toch even heel precies weten. Ja, en dan kost het een patiënt.
Ik ga naar de fietsbaren buitengebied. Daar hebben we natuurlijk al wel een en ander wel discussie over gehad. We hebben de discussie ook uitvoerig gehad over licht en donker in het buitengebied. Ook de discussie van de provincie die lampen uitdoet. Wij hebben gezegd, op de school thuisroutes willen we verlichting hebben. In ieder geval oriënterend en veiligheid. En op de anderen in het buitengebied gaan we niet doen. Tenzij er een gevaarlijk punt is, dan kan daar een stukje oriëntatieverlichting komen. Of er komt reflecterende beleiding, zodat je dingen goed kan zien. Want die zijn zo langzamerhand nog beter als de verlichting. Dus als er dan plekken zijn waarvan je zegt, dit is echt een schoolthuisroute en hier zit een omissie, dan moeten we elkaar daar even scherp mee maken. Dat is het beleid. Huisvestingprogramma. Even voor de duidelijkheid, excuses voorzitter. Kan ik er dus van uitgaan dat de vaak genoemde routes die naar Dedemsvaart leiden, hè, dat is even als voorbeeld, dat die dus de komende jaren niet meer in die schooldebatten terechtkomen omdat u zegt van we pakken die aan. Neem de Stoppenplas weg eventjes als veel genoemd voorbeeld. Ja, dan moet je op een gegeven moment kijken van hoeveel gaat er langs. Kijk, als je niet oppast, heb je wel alle 950 kilometer in het buitengebied weer allemaal gedaan. Dus ik weet niet of die straat nu direct als eerste daarvoor in aanmerking komt. Maar als er ergens een onveilige plek is of zo, dan is daar wel over te discussiëren. En overigens, we hebben dat wel eens eerder gedaan. De scholieren voor het onderwijs is wel een hele mooie maat om eens mee te praten. Om te kijken waar zij zelf de echte problemen zien. Nou, daar hebben we wel eens een aantal projecten aan overgehouden. Daar zou best wel eens een keer nog weer een straat uitkomen kunnen komen waarvan je zegt, dat moet ik toen, een voorbeeldje, even een kleine uitweiding, de weg naar van Dedemsvaart naar Linden, die hadden wij ook niet het eerst bedacht voor een fietspad. En op een gegeven moment komen er toch zoveel jongeren langs dat je zegt van, dan moet het toch maar gebeuren. Huisvestingprogramma voortgezet onderwijs, er gebeurt niets. Ja, er gebeurt wel iets. In de breedte, heb ik al eerder gezegd, zit het voortgezet onderwijs heel goed in zijn voorzieningen. Er zijn 1-2 voorzieningen die het wat lastiger hebben. En Pro Hardenberg is daar één van. En ik heb met de directeur Pro Hardenberg afgesproken en met het voortgezet onderwijs. Jullie zijn nu echt eerst samen aan de beurt. En de nieuwe directeur heeft dat ook goed begrepen en die heeft dat ook opgepakt. Jullie moeten nu samen als voortgezet onderwijs met een plan komen. En als jullie niet samen met een plan komen, dan is de deur dicht. En daar zijn zij dus nu mee bezig van hoe willen wij het voortgezet onderwijs hebben. En ik heb al eerder met u discussie gehad. Je kan heel gemakkelijk zeggen, linksom of rechtsom is er een nieuwe school. Maar als je over 5 jaar leeg staat, dan hebben we het niet goed gedaan. Dus als we iets doen, moeten we een toekomstbestendig plan hebben. En daar is het voortgezet onderwijs nu mee bezig en daar wachten wij even op. Voorzitter, als ik mag vragen, heeft u enig beeld wanneer dat plan zou komen? En overigens vroeg ik precies naar dit plan en niet naar of er een nieuwe school moest komen, hè, voor de duidelijkheid. Ja, nee, ik weet niet hoe lang zij daarover doen. Want zij zijn stevig aan het nadenken hoe zij hun gelden gaan besteden. Want de wetgeving is ook weer een beetje veranderd. Hoe zij hun gelden gaan besteden, zeg maar, voor leerlingen die wat meer speciale zorg nodig hebben. Ga je die apart houden in een aparte voorziening? Of ga je die in je eigen schoolvoorziening opnemen en hou je dat geld binnen boord? Dus ga je het naar het samenwerkingsverband brengen of ga je het zelf houden? Nou, dat is best een stevige discussie, zijn ze nog wel even mee bezig. Bermbeheer en verwaarden. Anders maaibeheer, dat zou eerder naar meer ecologisch beheer leiden, omdat je wil oogsten. En het dus ook weg wil halen en het niet gaat verhakselen en laten liggen. Zo kijk ik daar op dit moment tegen. Want dan moet je zien, tegen de tijd dat je er echt wat mee kan, moet je zien dat je kilo's haalt. Alleen je moet geen kunstmest gaan strooien. Voorzitter, dat is nou precies waar ik bang voor was. Niet alleen moet je geen kunstmest gaan strooien, maar te vaak maaien is ook niet ecologisch. Want dat geeft het de boel geen kans om daad te zetten. Dus het is nou precies. Op het moment dat het kilo's moet gaan opbrengen, dan is het vaak weer precies een motivatie om toch dingen te gaan doen die dan weer niet goed zijn voor de biodiversiteit. Waar het hele veranderend beheer daar nou juist om is begonnen. En laat ik nou graag voorrang willen geven naar biodiversiteit. Maar dit is natuurlijk een aandachtspunt als het zo wel is. De laadpalen die laat ik even schieten. Mensen mogen dat op eigen terrein in ieder geval doen.
We hebben wel eens bij mensen dicht bij huis gedaan. En hoe dat nou precies bij die 68 zit, die probeer je wel zo evenwichtig mogelijk te verdelen. En zeker daar waar vraag is. Maar of als ik zo'n auto heb en ik kan niet op mijn eigen erf een auto opladen, of ik dan kan regelen dat ik hem precies voor de deur krijg, dat is even de vraag. We hebben wel een paar keer gehad dat hij redelijk dicht in de buurt is, niet echt. Maar, en dan is het bijna altijd een waar twee tegelijk kunnen, zodat er ook meerdere bij kunnen. Maar het gaat natuurlijk niet eens zozeer om de afstand waar je naartoe moet lopen, maar om het feit dat als je het van je eigen zonnepaneel doet, dat je geen kosten hebt. Ja, ja. Dus vandaar dat ik me kan voorstellen dat mensen zeggen, ik ga toch zonnepanelen op mijn dak doen. Ik doe er één of twee extra voor mijn auto. En dat zouden we, naar mijn idee, dan toch misschien moeten stimuleren. Ja, ik neem die even mee. Die durf ik zo in die zin niet te beantwoorden, maar ik snap de vraag wel. Ben ik er door, voorzitter? Volgende van het college is weer Snijders met jasje. Dank, voorzitter. Er waren een aantal vragen gesteld over mijn portefeuille. Ik begin allereerst even bij het evenementenbeleid. Waar een aantal vragen over zijn gesteld, waarbij we extra capaciteit gevraagd hebben, middelen daarvoor althans, om het evenementenbeleid zeg maar verder te professionaliseren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het te bureaucratiseren, om meer regeldruk neer te leggen, maar juist om bewustwording bij organisatoren nadrukkelijker neer te leggen, om goed na te denken over datgene wat ze organiseren en om er vooral ook over na te denken hoe ze dat op een veilige manier kunnen doen. Dus de inzet zal voor een belangrijk deel ook erin zitten om bij organisatoren in onze gemeente, en dat worden er steeds meer. Dus in die zin heeft de regeldruk, voor zover die er al is, niet geleid tot minder evenementen, maar juist tot meer. Hè. We hebben circa 250 vergunningen die op jaarbasis worden aangevraagd. We hebben inmiddels een aantal evenementen ook die zo rond de 10.000 mensen trekken. Moet u denken aan de Gramsbergen Feestweek of het Pleinfestijn. Dus ja, daar zit altijd een spanningsveld in. Dus aan de ene kant verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent ook dingen organiseren en ook daarin investeren. En aan de andere kant proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te houden, zodat vrijwilligers dat kunnen blijven doen. Maar ook daarin zie je de professionalisering dus toenemen. En daarvoor is de capaciteit met name bedoeld. We gaan in november zo ook een bijeenkomst organiseren voor organisatoren van met name de grotere en wat meer risicovolle evenementen, om daar met hun ook van gedachten over te wisselen. Zo van, hoe kijken wij daarna? Hoe kijken jullie daarna? Wat zijn de ervaringen ook die mensen hebben opgedaan hier in de afgelopen jaren met de evenementen? En wat kun je van elkaar leren? Nou, en dat willen we nog eens een aantal keren herhalen, door ook die kennis met elkaar te delen met en voor de organisatoren. Dus niet de bedoeling om meer regels te maken, maar wel bewustwording, inzetten op bewustwording. Ten aanzien van veiligheid, blij met de opmerking van de VVD om nog eens een keer de visie neer te leggen rondom veiligheid. Belangrijk thema, maar aan de andere kant ook niet altijd in beeld misschien in Hardenberg, omdat we gelukkig, zeg ik maar, dat moet ik afklappen, we hier een hele veilige en leefbare samenleving leven. Dat willen we ook heel graag zo houden. We werken volgens de integraal veiligheidsplan, wat we al een aantal jaren hebben, wat ook ooit is vastgesteld in deze raad, waarbij 5 speerpunten zijn. Inbraken, woninginbraken, schuurinbraken, met stip genoteerd als zijnde van, daar ervaren mensen veel overlast van. En hoe pak je dat dan aan? De jeugd, verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Kwetsbare personen, tegenwoordig ook wel verwarde personen genoemd, is niet altijd hetzelfde, maar vraagt steeds meer aandacht, ook in deze samenleving van onze gemeente. En daar is ook al aan toegevoegd, u noemde dat ook al, ondermijning. Ondermijning in de volle zin. En het is ook zo dat in 2018 gaan we voor de gemeenten die in de district van de politie IJsland liggen, gaan we in 2018 ondermijningsbeelden maken per gemeente. Dus ook volgend jaar zal van deze gemeente een ondermijningsbeeld worden gemaakt van, ja, hoe is het nou gesteld met, met ondermijning in deze gemeente. En dat kan op vele manieren zijn. Vastgoed investeerders, om maar eens willekeurig voorbeeld te noemen. Maar het zou ook kunnen gaan om illegale hennepteelt, witwassen. Maar ook invloed rondom bestuur, politiek speelt daar ook bij.
We hebben al gezegd, in het coalitieakkoord stond, dat dacht ik vorige keer ook, met ingang ook van deze nieuwe komende periode, gaan we een integriteitstoets doen op personen die willen deelnemen in het college en in de gemeenteraad. Dus dat is iets wat we sowieso al gaan opzetten. Er zijn nog twee nieuwe thema's aan toegevoegd eigenlijk, die actueler worden nu, heden te dagen. En dat is ook in overleg met politie en justitie en ook gemeenten hebben daar meer aandacht voor, is cybercrime. Is echt een enorme toename. Hè. We leven, je ziet de traditionele cijfers rondom criminaliteit, misdaadcijfers nemen af. Je zou kunnen zeggen de samenleving wordt veiliger. Voor een deel is dat, klopt dat. Maar voor een deel verplaatst dat zij die cijfers zich ook naar de wereld van de cybercrime, waar nog onvoldoende inzicht in is. Nou, dat raakt ons als gemeente zelf ook. Hè. Wij zijn in het kader van de digitaliseringsdiscussieagenda, informatieveiligheid, zijn we daarmee bezig als gemeente zelf. Maar ook in het kader van wat gebeurt er in die samenleving op het gebied van cybercrime, zullen we daar nieuwe initiatieven moeten nemen. De politie gaat ook meer capaciteit vrijmaken om ook cybercrime aan te pakken. Ook geldt ook voor het district of voor het team Vechtdal. En als laatste, terrorisme-dreiging lijkt een ver van ons bedshow. Maar toch ook word je hier af en toe geconfronteerd met signalen daaromtrent. Niet zozeer van de dreiging misschien zelf hier, maar wel van mensen die zich ophouden in dit gebied. Ook daar wordt op ingezet. Dus dat zijn de nieuwe ontwikkelingen zeg maar, die er zijn. Mijn visie is vooral ten aanzien van veiligheid. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid moet je aan de voorkant oppakken. Proactie, preventie, daar kun je het mee verdienen. Als het terechtkomt in de repressie, zeg maar in het bestrijden van een calamiteit of een misdrijf, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus dat is vooral waar we op inzetten. In 2018 kom ik in de nieuwe raad, ben ik van plan om met een nieuw veiligheidsplan te komen. In 2018 zullen we ook weer een onderzoek gaan doen. Hè. We hebben 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar objectieve veiligheid, veiligheidsbeleving. En dat gaan we in 2018 voor de tweede keer herhalen. Dus dan kunnen we ook mooi zien wat voor ontwikkelingen in deze gemeente op dat vlak zijn geweest. Voorzitter, nog 1 vraag stellen aanvullend. Dank voor deze brede uiteenzetting. Maar nog 1 dingetje, want wij horen steeds meer over toch wel serieus georganiseerde misdaad in bijvoorbeeld Noord-Brabant, die met grote drugstransacties zitten. En de burgemeesters daar ook nu samenwerken om dat te bestrijden. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat die beweging zich verplaatst naar elders in de provincie. En bent u daar bewust mee bezig? Is daar regionaal een bepaald overleg voor? En houdt u dat goed in de gaten dat we daar hier niet mee geconfronteerd worden? Ja, terechte opmerking die u maakt. Als er ergens anders harder gedrukt wordt, dan verplaatst zich dat. En je ziet ook wel bewegingen in de richting van meer het oosten, vanuit Brabant richting het oosten. Dat concentreert zich voornamelijk grotere steden zoals Arnhem, Nijmegen, maar ook richting Twente, Enschede. En in mindere mate Deventer en Zwolle. Dus je ziet die beweging, die is gaande gewoon. En daarom hebben wij ook afgesproken in regionaal verband om die ondermijningsbeelden ook te gaan maken. Die worden nu, dit jaar in Twente gemaakt, zijn voor een deel al gemaakt. En volgend jaar in IJsseland. En ook nu al, feitelijk, zijn wij daar heel erg keen op. Ook in de zin van, als je ziet dat er bepaalde bewegingen zijn rondom bedrijven die het bijvoorbeeld moeilijk hebben. In financiële problemen verkeren. Vooral vaak de horeca is daar kwetsbaar voor. Hebben we nu vaak aan de voorkant ook al overleg en contact met dat soort bedrijven. En waarschuwen ze ook voor mogelijkheden van infiltratie van bepaalde groepen, personen, mensen. De hennepteelt is een belangrijk front waar ook op geacteerd wordt. Zeg maar. Dus dat vindt ook op dit moment ook al plaats. Maar we gaan dat ook nog per gemeente dus inzichtelijk maken. En ik weet van andere gemeenten die dat eerder hebben gedaan. In Gelderland is ons daarin voorgegaan. Er zit ook een prioritering in, omdat de capaciteit ook onvoldoende is om dat allemaal in 1 keer aan te pakken. Maar ik weet dat daar hele onverwachte en ook wel ook zaken uitkomen waar je als gemeente weer wat mee moet. En dat moet je altijd in samenspraak met andere partners doen. En dat is niet alleen politie, justitie, maar daar is ook heel vaak belastingdienst bij betrokken. Daar zijn wij dus nu ook volop mee bezig op dit moment. Tot slot nog een vraag. De heer Brink had nog Even heel klein kort vraag als ik kan, voorzitter. Het gaat even over die evenementen en de veiligheid daarvan. U noemt eigenlijk in uw beantwoording eigenlijk
maar toch best veel over toch ook wat grotere evenementen. Hè? Dus u zegt ook evenementen waar om en bij de 10.000 mensen komen. U zegt ook van nou, laten we die mensen bij elkaar zetten, hè, de organisatoren, en van elkaar leren en ze enigszins ook voorlichten. Dan weet ik dat we hier als raad ook hebben gezegd, gooi grote evenementen is mooi, zijn we trots op. Maar laten we ook aandacht hebben voor de kleinere evenementen. Ik ben even benieuwd hoe u die in dit traject gaat meenemen. En dat miste ik eerlijk gezegd maar een klein beetje nu beantwoorden. Nou, kleine evenementen moeten nu een vergunningaanvraag doen. Moeten ook voldoen aan bepaalde eisen, maar wel soms in andere verhouding, maar soms ook helemaal niet. Hè. Dat hangt heel erg sterk af van de activiteiten die worden georganiseerd door het betreffende evenement of door de betreffende organisatie. En dat kan klein zijn, dat kan groot zijn. Maar in zijn algemeenheid is het uitgangspunt natuurlijk wel dat evenementen waar meer publiek op afkomt, ook grotere risico's aan verbonden zijn dan kleinere evenementen. Dus in die zin richten we ons daar op de grotere evenementen, omdat de risico's daar groter zijn. De veiligheidsrisico's, mensen moeten veilig naar een evenement kunnen gaan. Maar soms heb je een klein evenement waarbij je ook moet voldoen aan bepaalde voorschriften. En die worden op dezelfde manier dan in die zin behandeld. De BOH, er lag nog een vraag over de bestuursdienst Alma Hardenberg, de doorontwikkeling, waarin deze begroting ook middelen voor worden gevraagd. U bent daar, dacht ik, 14 dagen geleden door bijgepraat door de directie. Dat stond in het teken van inderdaad doorontwikkeling, integraal werken, klantgericht, dienstverlenend opzetten, programmamanagement invoeren, daar is over gesproken. Ik denk dat het goed is, want het klopt inderdaad dat ook zo'nzelfde presentatie heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad van Ommen. En ook daar is gevraagd om dat toch nog eens iets uitgewerkter, zonder dat het nou in een planvormig iets terechtkomt, maar wel iets uitgewerkt nog eens tegemoet te mogen krijgen door de gemeenteraad. En die informatie die is ook voor de gemeenteraad van Hardenberg vanzelfsprekend ter beschikking. Dus ik denk dat dat geen enkel punt is, dat we die aan u ook ter beschikking stellen, zodat ook daar nog wat meer inzicht in ontstaat. Dank u wel, voorzitter. U ook, heer Prinsen. Voorzitter, zonder nou precies erop in te kunnen gaan hoe ver we zijn met informatiebeveiliging en privacybeveiliging, zijn dat twee speerpunten op dit moment in onze organisatie. Bij de begroting van de BOH heeft u dat ook kunnen zien, dat informatieveiligheid een heel belangrijk thema is. En daarnaast ook de privacyveiligheid, de privacybescherming. Als u daar meer van wil weten, kan ik wel heel kort meer moet je laten maken van wat dat in de stand van zaken is. Maar het heeft hier volop onze aandacht. Wonen, er werden geen vragen over gesteld. Hoe zit het met doelgroepenbeleid, flexibiliteit? Daar hebben we, als je ook in de begroting leest, zie je ook wel de doelstellingen die we daarmee hebben. Die staan daar ook allemaal benoemd, zonder nou heel gedetailleerd op doelgroepniveau dat te beschrijven. Een van de dingen waar we voor de kerst hopelijk mee rondkomen, dat is de resultatenspraken opnieuw met corporaties, waar ook dit soort dingen vorm in krijgen. En de activiteiten die ik dacht bij de voorjaarsnota, bij de kadernota heb benoemd, die zijn, daar zijn we mee volop mee bezig. Ja, bouwen voor jongeren, aanpasbaar bouwen tiny houses. Ik hoop dat degene die dat voor ons uitvoert, of die dat uitvoert, moet ik eigenlijk zeggen, niet alleen voor ons, maar ook voor onszelf, voor de samenleving, dat ze de corporaties vestigen, dat die zo snel mogelijk weer naar buiten komt. Vorige week in bestuurlijk overleg bleek dat daar hen niks meer in de weg staat, alleen er moet nog goed gecommuniceerd worden met de buurt. En dat gaan zij oppakken. Dus wat dat betreft doen we de dingen die wij opgeschreven hebben met elkaar. En het ene gaat iets sneller dan het andere, maar wij zitten niet overal aan de knoppen. Voorzitter, had ik nog één vraag gesteld rondom recreatiewoningen. Misschien kan de wethouder daar nog heel even op ingaan. Ja, om er even op terug te komen. Volgens mij heeft het CDA daar een tijd geleden ook naar aanleiding van datgene wat er in de Staten is besloten een vraag gesteld. En we hebben toen toegezegd dat we proberen voor het eind van het jaar erop terug te komen wat datgene wat er in de provinciale staten is besloten, wat dat voor impact kan hebben op
illegale bewoning, recreatiewoningen bij ons, oftewel het legaliseren van recreatiewoningen voor de bestemming woningen. Nou, daar wordt aan gewerkt en ik hoop dat ook voor de kerst daar nog een raadsbrief komt, hoe er vanuit deze gemeente tegen datgene wat daar besloten is aangekeken wordt en wat wij er wel of niet meer kunnen. Dat is het verhaal rondom illegale woningen, recreatiewoningen. Oké, okay, dank u wel. Nu is er nog één vraag blijven liggen en die is voor de heer De Vent. Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Grampelt, ChristenUnie, die vroeg naar de stand van zaken rondom fondsen maatschappelijke initiatieven. Een jaar geleden, volgens mij, hier vastgesteld door u, op verzoek van uw raad ook. Dat is het later in het jaar op gang gekomen nadat we de regels hadden vastgesteld. Heel laagdrempelig, want dat was uw opdracht ook. Daar wordt nu op dit moment goed gebruik van gemaakt. Ik heb gisteren toevallig weer nieuwe initiatieven voorbij zien komen. Ik heb niet het gevoel, als het dat uw vraag is, dat we dat budget nou onmiddellijk moeten gaan verhogen. Dus de middelen worden goed gebruikt. Ik denk dat als we richting het eind van het jaar komen, dat we richting die 50.000 ook zullen gaan. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven op komst, of zijn eigenlijk al aan de gang. Zoals u wellicht weet, de Hardenbergse uitdaging is hier ook gestart, waarin ondernemers maatschappelijke initiatieven ondersteunen met gesloten beurs, vraag en aanbod bij elkaar brengen. En ik zal wel die ontwikkeling ook eens even willen afwachten, en naast de ontwikkeling van dit fonds. Dus ik heb nu niet het gevoel dat we met elkaar op zoek moeten gaan naar verhoging van het budget. Helder verhaal. Is er behoefte aan een tweede termijn? Voorzitter, ik heb het idee dat er één vraag van mij is blijven liggen. Ik hoopte dat meneer Prinsen die zou beantwoorden vanwege het vastgoedgehalte, maar mogelijk is die voor meneer Janssen. En dat gaat over het stationsgebouw van de NS hier in Hardenberg. Okay. Ik heb gevraagd of er enige duidelijkheid was over de invulling daarvan. Ik inventariseer even of de behoefte is aan een tweede termijn. Mag die eerst die vraag? Dan, want ik heb eigenlijk geen vraag meer aan het college, alleen aan de raad. En, even die vraag, dan zal ik dan mijn vraag nogmaals stellen. Ja, dat stationsgebouw dat is van de NS. Daar gaan we nu over. We hebben er in het verleden wel, ook in het kader van, ik noem het maar even revitalisering, stationsomgeving, hebben we daar een nodig gesprekken over gehoord, welke functie die zou kunnen krijgen. En wij zijn uit elkaar gegaan toen de tijd met dat de NS op zoek is naar een goede partij die daar iets in zou kunnen gaan doen. Wat passend is bij datgene wat de NS voorstaat. Maar na dat laatste gesprek heb ik er niks meer van gehoord. En mijn collega Janssen ook niet. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Stelstra, heeft daar behoefte aan nog meer mensen? Meneer Stelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer vragen aan het college, maar meer aan mijn collega raadsleden. En als eerste zou ik toch een poging willen doen om het enthousiasme van de VVD iets te temperen. Ik had namelijk niet verwacht dat de heer Gelling bij 1,8 miljoen verlies staat te juichen bij de begroting. Maar dat even terzijde. Als wij kijken naar de begroting, dan vinden we, maar dat is denk ik geen nieuws, hebben we altijd al moeite gehad met een negatief eindigende begroting. Nou zien we ook een forse ambities ten aanzien van lastenverlichting, waarmee het college gehoor heeft gegeven aan kaders, uitgesproken bij de kaderstelling. Als we kijken naar met name de OZB-lastenverlichting, dan, en dat was ons wel gevallen geweest, hebben wij tijdens de kaderstelling aangedrongen op een incidentele lastenverlichting. Ook als we kijken naar de looptijd van de begroting, wij gaan maar over 3 maanden, maar halen daar nu wel een structurele last uit. En wij hadden het chique gevonden om dat incidenteel te doen en die korting over te laten, of het besluit erover om dat structureel te doen aan de volgende raad. Dan een ander punt, en dat betreft het weerstandsvermogen. We hebben ook bij de kaderstelling al aangekondigd dat wij graag met onze collega's van gedachten zouden wisselen over de minimale omvang van het weerstandsvermogen. Wij zien daar binnen ruimte voor een investeringsagenda voor de nieuwe raad. En wij willen onze collega's uitdagen om daar een eerste richting aan te geven. Dat hoeft niet per se nu, maar dat zou heel mooi kunnen tijdens de bijdragers in de raad. En om even een indicatie te geven, wij als ChristenUnie denken aan een risicopercentage van 1,4 à 1,5. Nou, dan heb je het over een bedrag van 3 tot 5 miljoen, wat mogelijk als investering gebruikt zou kunnen worden voor de nieuwe raad. En dan tenslotte de schuldenpositie. Wij zien ook, als we naar het staartje kijken, met name op pagina 127, dat de schuldenpositie zich in de toekomst
ontzettend mooi gaat ontwikkelen. Wij hebben eerder al aangegeven, hè, wij zouden graag naar de 70% willen. Nou, in het staartje gaat hij in 2021 naar de 70%. Maar goed, dat is een periode die ligt na onze huidige periode van de Raad. En als je kijkt naar wat hebben wij, zou ik maar zeggen, bereikt binnen onze eigen periode, dan zie je dat in 2016 wij op 97% zitten en nu weer. Dus we gaan wel de goede richting op, maar we zien toch een hele sterke relatie met wat ik al eerder noemde, met de grondexploitatie. Daar hebben we toch forse grondenvoorraden en wij hopen dat we daar toch wat meer snelheid en vaart op kunnen maken om die gronden te verkopen dan we onze schuldpositie op te bouwen. Ik hoor hard gelachen aan de andere kant. Maar goed, wij zijn dus even benieuwd, hè, hoe de andere fracties kijken tegen het incidenteel teruggeven van de OZB. Of men de uitdaging aangaat om wat te zeggen over het weerstandsvermogen. Wat is uw voorstel? Zullen we een rondje doen? Gewoon even inventariseren wie erop wil reageren op dit moment. Zullen we dat maar doen dan? Ik zie mevrouw Luitens vinger omhoog gaan. Die van meneer Rodemond. Bij de VVD zie ik ook. Ik kan eigenlijk constateren dat iedereen eigenlijk wel even wil reageren. Nou, begin ik even bij CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik met het gemakkelijkste beginnen voor toch drie wat grotere lijnen die de ChristenUnie in de tweede ronde van de oriënterende ronde inbrengt. En dat is de uitdaging of wij iets willen zeggen over het weerstandsvermogen. Nou, dat doe ik heel graag. Dus ik zal dat ook meenemen in mijn algemene beschouwing. Hoe wij aankijken tegen de hoogte van het weerstandsvermogen en de algemene reserve die daar tegenover staat. Voor de andere punten vallen mij een aantal punten op. Vanavond bijvoorbeeld de Krim hier gehad. U heeft er nog geen uitspraak over gedaan. Maar stel dat u over een aantal weken wel een uitspraak wil doen. En u komt tot een investering. Op het moment dat je die investering gaat doen, kan het best zijn dat je in een bepaald jaar eens een keer een negatieve uitkomst van de begroting hebt. Een negatief saldo omdat je geïnvesteerd hebt. Als ik meega in uw systematiek, dan is dat dus eigenlijk niet meer mogelijk. Want u accepteert eigenlijk niet jaren waarin de begroting dus negatief eindigt. Ondanks dat die meerjarig sluitend is. Een veel belangrijke vraag is voor mij nog uw eerste punt om nu in één keer te zeggen. Wij zien eigenlijk liever die woonlastenkorting, hè, waar een stukje OCB in zit, maar eigenlijk die nominale woonlastenkorting, om die incidenteel te doen. Ik zou u graag willen vragen, wat is voor u de motivatie om dat voor te stellen? Volgens mij was het initiële voorstel bij de kaderstelling, hebben wij al, ik meen, vrij duidelijk aangegeven dat als wij het hebben over het teruggeven van gelden, en dat kan middels een OZB, dat het wat ons betreft wij liever gelden teruggeven die wij al binnen hebben. Dus heb je een groot resultaat in een jaar, dan zou je daarvan een gedeelte kunnen bestemmen om terug te geven. En dat is wat anders dan als je de OZB verlaagt, want dan geef je in feite wat terug wat in de toekomst gerealiseerd moet worden. Nou, ik meen dan moet zeggen dat de lijn daarin vrij consistent is, dat we dat bij de kaderstelling, en ik wil dat punt nu nog weer even markeren. Voorzitter, ja? Helder, maar misschien mag ik het via een iets andere route aanvliegen. Als ik kijk in de begroting naar het weerstandsvermogen, die staat genormeerd 5,5 miljoen hoger dan vorig jaar. En dat komt omdat we iets van benchmark gedaan hebben, beter inzicht hebben gekregen in wat nou de risico's voor ons zijn, komen we op een bedrag van ik geloof 22 miljoen. De algemene reserve is 34 miljoen, is nog iets hier oplopend in de toekomst zelfs. Extra middelen uit de septembercirculaire worden ook nog toegevoegd aan het sociaal domein. Daar zal ook de Partij van de Arbeid blij mee zijn, ga ik vanuit. Wij maken geen gebruik in onze berekeningen van de niet benutte belastingcapaciteit. Andere gemeenten doen dat wel. Wij doen de GREX en de bouwleges hebben we redelijk gescheiden van elkaar. We gaan uit van risico's, nooit van kansen. Al die dingen bij elkaar zou ik haast geneigd zijn te zeggen. Hoe kunt u het verantwoorden om dan niet te zeggen, we doen ook structureel iets terug naar die samenleving? Andere aanvliegroute, maar ik ben benieuwd van, ja, zitten we daar dan zo ver van elkaar af op die lijn? Nou, ik denk niet dat wij ver van elkaar af zitten op die lijn. Alleen wij zouden liever het van gelden die we binnen hebben, dat we daarvan een gedeelte teruggeven. En u zegt,
ik geef wat terug op basis van een toekomstige verwachting. Dat is denk ik een fundamenteel ander uitgangspunt. En... Nee, ik, voorzitter, met alle respect, ik constateer een grote behoudenheid en richting die financiële cijfers. Nou, daar is ook best nog iets voor te zeggen. Past ook misschien wel bij de signatuur van uw partij om daar behoudend mee om te gaan. Maar als het verschil zo groot wordt, vind ik het lastig om uit te leggen waarom we nog zoveel geld op de plank houden en dan niet durven zeggen, dan doen we ook structureel iets terug. En wat komt daarbij, en dat vind ik zelf wel een hele vervelende, u heeft op 14 november 2016 een aantal moties ondersteund. Uw handtekening staat onder de volgende motie die het opdracht aan het college als volgt heeft verwoord. Draagt het college op om de raad te voorzien van voorstellen die een substantiële verlaging van de woonlasten per huishouden tot gevolg hebben en van structurele aard zijn. Eerste bullet van de motie 14 november 2016 ingediend door de fractie van de VVD. Uw handtekening staat ook onder een tweede motie die gaat over het in meerjaren begroting meenemen van een lagere opbrengst van OZB. Dus ik ben toch zeer verbaasd als ik al die drie lijnen op een rij zet, weerstandsvermogen, algemene reserve, de moties die vorig jaar zijn ingediend en breed zijn ondersteund, allemaal mee ingediend ook dat wel, dat u nu voor deze toch zeer behoudende lijn kiest. Dat is een heel andere die ik kies, want ik zeg als wij zoveel middelen niet op de plank krijgen, weer goed gaat, laten we dan ook zo eerlijk zijn en structureel weer iets aan die burger teruggeven. Ja, voorzitter, dank dat u even vertelt waar onze handtekening onder staat. Wij weten dat heel goed. En zou maar zeggen, ik gaf ook in mijn inleiding aan dat wij lastenverlichting zeer sympathiek vinden. Maar wij vinden wel, zou maar zeggen, dat je de lastenverlichting niet uit een toekomstige opbrengst moet doen. En dus als je het hebt over een structurele lastenverlichting, nou, daar zijn we absoluut voor, want wij zijn als gemeente hier niet toe om geld over te houden of geld op te potten. En als je dan via een incidentele lijn meerdere jaren geld teruggeeft, dan zou je dat om moeten zetten naar een structurele oplossing. En dat is eigenlijk de lijn die wij afleiden. En u mag dat behoudend vinden, dat is prima. Voorzitter, ik denk dat ik mijn verhaal helder uiteengezet heb waarom ik voor een bepaalde lijn kies. Komt nog wel bij. U zegt zelf, u gaat giften of middelen uit de toekomst nu teruggeven. Nou, dat zie ik totaal anders. Ik ga gewoon het totale pakket van lasten voor de inwoner, die breng ik naar beneden. En dat betekent dat er iets minder bij ons zal binnenkomen, maar ik geef niks uit de toekomst terug. Dat werkt ook van mij. Ik constateer ook dat de nominale woonlastenverlaging ook gewoon in de meerjarenbegroting zit. En dat daar in die zin dus ook niks aan gewijzigd wordt. Voorzitter, mag ik daar een reactie op geven? Ik ben het laatste even wel met Welkom eens dat die woonlastenverlichting hier inderdaad in verwerkt zit. Maar een paar dingetjes die ik toch interessant vind. De vreugde onzerzijds zit hem inderdaad niet zozeer in het begrotingssaldo, maar daar zijn we aan gewend geraakt. Hè. Dus als we iets geleerd hebben de afgelopen jaren, is het wel dat. En kunnen we het nog hebben over structureel incidenteel. Wat ik wel interessant vind om toch even hier heel duidelijk neer te leggen, is dat de schuldpositie weliswaar afneemt, maar slechts en alleen vanwege het bedrag aan afschrijvingen wat niet weer teruggeleend wordt. Dat ziet u op pagina 129 van de begroting. En wat betekent dat? En dat is ook logisch, hè? Want in uw begrotingssaldo blijft namelijk niks over. Als je de komende 4 jaren bekijkt, dan zitten we nog op een tekort van dikke miljoen. Dus de aflossingen die plaatsvinden, vinden niet plaats doordat er heel veel geld overblijft, maar doordat de afschrijvingen, die normaal weer beleend werden, hè, want immers de gemeente heeft, zolang ik hier zit, altijd geld geleend om aan haar schuldverplichtingen te voldoen, dat gebeurt niet. Maar afschrijvingen hebben natuurlijk een heel ander kader. Die zijn ervoor omdat je afschrijft, zodat je uiteindelijk die goederen waar je afschrijft weer kan vervangen. En dat is het motto daarvan. Dus enige voorzichtigheid ter zake van, nou, er is weer wat ruimte in de schuldpositie, dus laten we die maar gelijk weer vol erin knallen vanwege alle investeringen. Dat was niet mijn bedoeling. De strekking die ik lees ook in de begroting is ook een hele andere. Dat er eigenlijk wat meer in staat van, nou ja, laten we nou eens wat voorzichtiger zijn in de financiële huishouding. Ik vind dus ook het weerstandsvermogen daar prima bij passen. Volgens mij geeft dat een uitstekende berekening weer van dat wat noodzakelijk is. En is die ruimte er ook om daar wat mee te doen, mocht het noodzakelijk zijn. Maar het lijkt mij geen uitnodiging om nu maar te zeggen van, nou ja, weet je wat, dan kunnen we weer blind investeren.
de uitnodiging in mijn optiek zou moeten zijn, laten we een zorgvuldig financieel beleid voeren, dat zie ik hier aan terug, met een ruimte voor het vervangen van die zaken waar je nu op afschrijft, en met absoluut, en dat vind ik ook, dat doen we nu ook structureel, als daar ruimte ontstaat om iets terug te geven aan de burgers, moet dat gebeuren. Immers, een van de pijlers onder het beleid van de afgelopen jaren was, en ik heb ze net al aangegeven, nu even uit mijn hoofd, niet alleen de keuze en ambities, die moeten dus van mij betreft voorzichtig blijven, het verhogen van de belasting, en ik vind als eerste dat het terug moet. Maar het is u opgevallen dat ook mijn fractie niet heeft voorgesteld nu, althans een voorschot heeft genomen om de dividenden Rova, die ons al 3 jaar ook evenzeer dwars zitten, nu ook gelijk in te zetten. Want dat zou betekenen dat de begrotingssaldo weer veel negatiever wordt. Wat wij wel voorbehouden, daar hebben we ook afspraken over gemaakt, is op het moment dat we bijvoorbeeld de afvalstofverheffing weer eens gaan heroverwegen, om dan te gaan kijken of die dividenden niet gebruikt kunnen worden om de zaken daarin te bespreken. Maar ik vind absoluut, en dat is de lijn die mijn fractie volgens mij vanaf het begin heeft ingezet, dat wij hier als gemeente zorgvuldig om moeten gaan met het geld, dat het uiteindelijk doel moet zijn om structureel onder de streep inderdaad een sluitende begroting te hebben, niet incidenteel of structureel, maar daar waar het kan, en dat was ook de motie waar meneer Beukeman aan refereert, absoluut ook ervoor te zorgen dat we eerst geld gaan teruggeven en niet allerlei dingen gaan bedenken bij voorbaat om het geld uit te geven wat nog niet in de portemonnee zit. Helder, ik heb eigenlijk geen vraag gehoord, maar meer een opmerking. En ik constateer ook dat er geen handjes omhoog gaan. Dus dat we door kunnen naar meneer Rodemond. En op voorhand zeg ik u alvast dat ik ook geen vraag heb, maar een reactie op de stellingen van de heer Stelpstra. Om te beginnen bij het OZB-verhaal. Het mag geen geheim zijn dat wij al bij de aanloop naar de verkiezingen van deze periode hebben gezegd dat de woonlasten wat ons betreft in ieder geval omlaag moeten. Dat zien we nu gerealiseerd. Dus krijgt het college wat mij betreft wel daar de handen voor op elkaar. We zijn heel blij met dit verhaal. En om dat nu incidenteel te maken, voelt een beetje als een dode mus voor onze inwoners wat dat betreft. Wij zien het graag inderdaad als een structurele oplossing voor onze inwoners om het hier zo fijn mogelijk wonen te houden. En daarmee ben ik het eens met het CDA. Het lijkt goed te gaan in deze gemeente en met de economie. En dus mogen we best wel wat teruggeven aan onze inwoners. Waar ik wel wat blijer van word is dan punt 2, eigenlijk 3 misschien wel, van de ChristenUnie. Die zoekt naar een investeringsruimte, ook voor de komende raad. Ook daarvoor hebben wij wel vaker gepleit met die voorzichtigheid weer van de VVD. Dus ik denk dat we elkaar wel daar ergens op vinden op die grond. Dus wanneer er dan nog geld overblijft na het teruggeven van wat geld aan onze inwoners, zien we graag wel een investeringsruimte om met name te kijken naar de wensen van de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de Krim, zoals de heer Breukelman al duidde. Maar ook investeringen ten aanzien van de kanteling van onze economie en onze energiebehoeften, om er wat te noemen. Ik heb al een paar weken terug al gezegd dat we graag zouden zien dat we een aanzienlijk bedrag zouden investeren in de opwekking van duurzame energie, om daarmee ook weer wat geld te verdienen voor dat onderwerp. Dat zijn voorbeelden die wij graag zouden zien, maar eigenlijk is dat wat meer voor een komende raad dan dat we nu een uitspraak zouden moeten doen. Dat voelt een beetje als over het graf heen regeren, maar dat is een beetje het standpunt van onze fractie voor nu. Nou, ik zat meer te denken om een richting aan te geven. Dat was eigenlijk meer de... Dan heeft u wat mij betreft deze richting van ons meegekregen. Helder. Op koerspunt nu. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u weet is op koerspunt nu ook altijd eigenlijk voor lastenverlichting voor onze burgers. Dus dat betekent ook zorgvuldig met je geld omgaan. En zorgvuldig bekijken waar geld over is. En als er geld over is, zo snel mogelijk terug naar die burger. Dat is waar wij eigenlijk voor gaan. Dus dan weet u onze richting. Partij van de Arbeid. Ik heb me ingehouden, voorzitter, tot nu toe. Maar bij het woord dode mus werd het wel echt heel moeilijk. Want dat was nou eerlijk gezegd precies de reactie die ik had toen ik deze begroting voor de eerste keer las. We kunnen iedere burger een paar euro per maand teruggeven. Daar merkt niemand wat van. U heeft mij dat vaker horen zeggen. Of we kunnen 1,1 miljoen gebruiken. En daarom was vooral de positie van D66 verbaasde mij zeer. Om iets te doen aan de wensen van de samenleving. En ik denk dan, we zouden daar bijvoorbeeld de hele Krim in 1 keer van kunnen doen. We zouden daar het schoolzwemmen van terug kunnen halen. Om te zorgen dat de 16% kinderen in deze gemeente die geen enkel diploma hebben, omdat hun ouders dat niet kunnen betalen, dan in ieder geval iets minder risico lopen om te verdrinken.
We zouden wijkverpleging kunnen doen. We weten allemaal wat het kabinet van plan daarmee is. We zouden het samen doen, teams kunnen versterken. Of we kunnen bijvoorbeeld de winkelcentra, die we ook zo belangrijk vinden, ook eens een stevige zet geven. Wat dat betreft kan ik me dus een heleboel andere, in mijn ogen, veel nuttigere dingen voorstellen die we kunnen doen van die 1,1 miljoen structureel, dan iedere burger een paar euro fooi teruggeven. Vooral als we verder kijken en we zien dat dat nu heel leuk is, zo vlak voor de verkiezingen. Maar dat we ook allemaal zien dat het op de langere termijn wat minder makkelijk haalbaar wordt. Dus dat zou ik nou eerlijk gezegd vooral een dode mus vinden. Ik denk dat ik het hier maar even bij laat, want bij richting is denk ik duidelijk. Dank u wel. Het voelt een beetje als een soort voorbeschouwing op een voetbalwedstrijd, waarin de trainers alvast van tevoren worden geïnterviewd en waarin de tactiek gevraagd wordt voor volgende week. Dat heb ik een beetje beleefd, eerlijk gezegd. Dat was ook de bedoeling. Dat was een beetje de bedoeling ook, had ik het idee, inderdaad. Nou, bij deze is dat dan gelukt. Denk ik dat we het, dit agendapunt kunnen afsluiten met de mededeling dat het een bespreekstuk wordt. Ja, ik wou mijn collega's even dank voor een uitvoerige antwoord. Laat er geen misverstand over staan dat de ChristenUnie ook lastenverlichting nastreeft. Sterker nog, wij streven een hele kleine overheid na. Dat weten ook veel mensen niet. Alleen wij vinden het allerbelangrijkste dat wij moeten zorgen voor degenen die zorg nodig hebben. Dank u wel. Oké, helder. Tot zover agenda punt 6. Agenda punt 7. Wie wil daar het woord over? Meneer Gelling, meneer Boersma en meneer Doggers, zeg ik dat goed? Ja, oké. Meneer Gelling. Voorzitter, vergis mij. Ik dacht dat we het over de herhuisvesting gingen, maar dat is punt 8, dus ik sla deze graag even over. U was al aan het warmlopen voor het volgende agendapunt. Oké. We zijn dus inderdaad bij agendapunt 7. Afronding begroting 2018, gemeente Hardenberg, annex, vaststelling, eerste begrotingswijziging. En dat in één adem. Wie dan? Meneer Dogger? Meneer Dogger. Voorzitter, we hebben kennis genomen van de eerste begrotingswijziging. En wat ons daarin opviel en ook wel een beetje verheugde, was dat er een kleine trendbreuk zit met ons eigen beleid. Namelijk dat sociaal domein gestuurd wordt op budgetten die we krijgen. Daar gaan we het voor doen. Daar zetten we op in. Maar dat het college nu het voorstel doet om zeg maar de wijziging binnen die budgetten, in de drie D's, om dat toch op te vangen door middel van het extra geld wat uit de gemeentebegroting of vanuit het gemeentefonds is gekomen. Zodat er binnen het sociaal domein toch voor de komende 2 jaar om en nabij ruim 400.000 euro extra beschikbaar is. En wij hadden daar in de voorbereiding naar deze vergadering toe eigenlijk de vraag aan gekoppeld of daar met die extra gelden of daar geen mogelijkheden in zaten om het initiatief van Hardenberg United om daar funding voor te vinden binnen die keuzes. Alleen met de toezegging die wij eerder vandaag al van de wethouder horen dat hij binnen zijn eigen begroting op zoek gaat naar geld, is eigenlijk deze vraag overbodig geworden, maar we wilden toch nog even deze opmerking maken. Meneer Boersma had ook gezwaaid. Maar dat was ook, u was ook al aan het warmlopen. Oké, dan constateer ik dat er verder geen. Ofwel, meneer Stelpstra. Ja. Nee, goed, ik dacht dat de heer Dogge, toen hij over trendbreuk begon, we hebben namelijk heel veel discussies gehad over mooi en slecht weer met circulaires. En als ik deze bekijk, dan zie ik nog niet de miljoenen extra's binnenkomen. Terwijl ik dat eerder toch altijd wel had verwacht. Oké, prima. Dan kunnen we deze denk ik ook afronden, want ik heb geen vraag naar het college gehoord namelijk. Klopt dat? Want er waren ook al wat mensen aan het warmlopen voor het volgende agendapunt, dus dat wil ik u dan zeker niet onthouden. 8. Aanpassing gemeentehuis. Wie of wie? Meneer Nijhoff, meneer Boersma, meneer Gelling had zich al aangekondigd. Op koers. Partij van de Arbeid nog? Nee, op koers. Dank u wel, voorzitter. Een aanpassing van het gemeentehuis in verband met die verhuizing van de medewerkers van de BOA uit de LOC. En dan zal er ongeveer 80 zijn. Dan kost dat 414.000 euro.
is een hoog bedrag. Wordt dat alleen aan die verhuizing besteed? Of waar gaan ze anders aan besteden? Is inclusief alleen het gebouw veranderen? Is het inclusief het meubilair? Dus dat zijn dingen die ik er niet helemaal heb uit kunnen halen. En ik hoor het dus graag van de wethouder. Wat daar nou precies van gebeurt. Eigenlijk is uw vraag, wat zijn de redenen van de hoge kosten? Yes. Oké. Meneer Rodemond niet, hè? VVD, Bert Gerang. Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen vinden wij het wat spijtig dat we van dit soort van voornemens dan al in de krant lezen voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dat maakt het wat lastig om er nog iets van te vinden, hè? Want ik las in de krant dat het gaat gebeuren. Nou, werd er ook al regelmatig over aangesproken bij Bloemist en Chinees, voorzitter. Want het leeft wel onder de bevolking. Dus als één zou het niet zorgvuldiger zijn om eerst besluitvorming af te wachten alvorens dat gepubliceerd wordt. Twee, ter zake het besluit op zich, blij dat meneer Dogger er is. Die fileert dan toch zo'n bijlage die zo klein geschreven was dat ik hem zonder mijn leesbril niet kon lezen. En er voor deze keer maar eens vanuit ging dat de optelling klopte. Maar gelukkig weet meneer Dogger met een betere bril dan de mijne toch altijd weer de varkens eruit te halen. Dank daarvoor, maar toch spijtig dat in zo'n toch belangrijk voorstel weer zo'n rekenfout zit. En voorzitter, wat ik ook spijtig vind is dat dan over de inverdieneffecten van deze regeling nog een notitie moet gaan verschijnen in maart, hè, terwijl er nu alvast kosten gemaakt worden. Ten meer omdat ik ook in het voorstel lees nu dat de ruimte die u vrijlaat, hè, waarvan u de huur opzegt, overigens bent u ook zelf de huurbaas, hè, dus de handigheid daarvan ontgaat mij dan ook wat. Althans, zolang er nog geen nieuwe huurder is. En daarvan schrijft u in het stuk dat deze ruimte wellicht beter kan worden gebruikt in aansluiting bij de huidige gebruikers zijn de onderwijs. En ik placht mij toch te herinneren dat voor het LOC een heel ander plan lag. Zijn de healthy aging, wat wij toen bij de behandeling al geen briljant plan vonden. Maar begrijp ik nu dat dat losgelaten wordt en dat de ruimte die u daar vrijlaat anders gebruikt wordt dan ten behoeve van healthy aging. En twee, wij zouden toch wel graag voordat u een besluit neemt die inverdieneffecten nu alvast zien. Hè? Want u maakt nu, lijkt het erop, bij niet hebben van een alternatieve huurder voor de ruimte waarvan u nogmaals zelf de huur of de eigenaar bent. Dat u met dubbele kosten zit, hè? Want en leegstand en kosten voor een verhuizing naar een gebouw. Dat lijkt ons financieel betreft nou niet de grootste opgave die hier goed afgesloten wordt. Oké, dank u wel, meneer Boersma. Ja, dank u wel, voorzitter. Jans heeft vanavond een loftrompet gesproken over het leervermogen van de VVD. Op één puntje wil ik er toch wat een afbreuk doen. We hebben regelmatig in deze raad gesproken dat het college op woensdag, dacht ik, contact met de pers heeft om de besluiten die in het college genomen toe te lichten. Dat het vervolgens in de krant komt, het is van ons om besluit te nemen. Dat hebben we al veel vaak met het college over gediscussieerd. Dat is de gang van zaken en de openheid in onze democratie. Dat besluit in het college wordt gedeeld in de pers. Alleen wat de pers vaak niet begrijpt, dat de besluiten hier genomen worden, dat wij het hoogst doorgaan en dat we, het zijn voorstellen die het college naar ons doet en wij besluiten. Dat is even over de procedure. Ja, voorzitter, ik begrijp de techniek ook wel, alleen u zult het ook wel met mij eens zijn dat het wel wat lastig is om hier nu nog een discussie te voeren. Als al breed is kenbaar gemaakt, hoe juist ook hoor, en wie er allemaal iets niet begrijpt, dat zal het volgende leereffect zijn voor de komende jaar. Maar ik vind het wel vervelend dat soort van besluiten al zo breed ingezet worden dat er geen nuance staat ter zake het nog te nemen besluit. En ik begrijp wel de systematiek erachter, maar toch gezegd hebben dat ik dat wat vervelend vind om daarmee geconfronteerd te worden. Maar dan terug naar mijn eigen vraag, want dit was even een intermezzo. Er wordt gesproken over drie fases. Fase 1 die wordt nu erg belicht. Waar wij even benieuwd zijn, is bij benadering, we snappen dat het niet op de twee cijfers achter de komma kwam, is bij benadering aan te geven wat verwachting is bij periode 2 en 3, wat dat daarvan de kosten zijn. Dat is een vraag. Een tweede vraag is, in het raadsvoorstel identificeert het college één risico, namelijk dat het niet lukt de werkzaamheden aan het gemeentehuis tijdig voor elkaar te hebben, in verband met onder andere de krapte op de aannemersmarkt. Echter, als de verhuizing niet plaatsvindt voor 1 februari, hebben we een probleem. Dus onze vraag, wat is dan het probleem? Wat zijn de kosten en hoe wordt dat beheerst? En tot slot meneer Nijhoff. Dank u wel. We hebben inmiddels via de Griffie begrepen dat de opstelling niet helemaal klopte. Dat was de heer Gelling ook al verwoorden. Het overzicht van investerings- en kostenraming laat niet alleen investeringen zien voor de herhuisvesting,
maar ook voor de optimalisatiemaatregelen. Dit voorstel vraagt puur om het beschikbaar stellen van een krediet voor de herhuisvesting. De vragen die we als CDA-fractie nog hebben zijn: 1. Door het vertrekken uit het LOC zullen er ook kostenbesparingen plaatsvinden. Kan de portefeuille aangeven over welke bedragen we spreken? 2. En wat zijn de risico's indien onverhoopt mag blijken dat verhuur van de vrijgemaakte ruimte in het LOC slechts gedeeltelijk of in het geheel niet plaatsvindt? En 3. Investeringen ten behoeve van de optimalisatieregelingen worden ook in het investeringsoverzicht opgenomen, echter niet in het raadsvoorstel. Wat is de gedachte die hierachter zit? Komt dat voorstel op hele korte termijn? Hoe moeten we hier naar kijken? Oké, dank u wel. Het college. Meneer Prinsen. Zit er huisvesting van de BOH? Ja, de heer Boersma heeft net al aan de VVD uitgelegd waarom wij deze volgorde hier hanteren. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Het is ook zo bedoeld, want kijk, daarmee krijgt u ook een reactie uit de samenleving die u mee kunt nemen tijdens de discussie hier. Dus wat dat betreft past het plaatje weer precies. Nou, over de inhoudelijke verhaal van het LOC, daar gaat de burgemeester zoiets over zeggen. Ja, als ik even het in een wat ander perspectief mag zetten. We hebben een discussie gehad over het LOC. De toekomst van het LOC. We hebben bij de bezuiniging hebben we het gehad over het LOC en dat we daar 100.000 euro structureel op wilden besparen. We hebben een discussie gehad hier over het gemeentehuis, over de bezetting. We hebben ooit gekozen hier voor een 85% norm. Dat wil zeggen, aantal FTE en 85% daarvan werkplekken realiseren. Nou, als je naar de situatie nu kijkt, dan blijkt dat je met een andere norm hier kunt werken. Dat is ongeveer 70%. Dat betekent dat hier plek is voor meer medewerkers. En wil je die plekken gaan realiseren, je zult een paar dingen moeten doen. Meer medewerkers heb je meer overlegruimtes nodig. Meer medewerkers geeft ook wat meer lawaai, dus je zult iets aan de akoestiek zul je moeten doen. En zo kan ik nog wel een serie maatregelen noemen. Maar er zit nog een hele belangrijke bij. De functionaliteit bijvoorbeeld van de balies hier wordt toch een wat andere als je de dienstverlening ook uitbreid met mensen die rondom bijstand enzovoort. Dus daar zul je toch een paar maatregelen moeten nemen, dat de privacy veel meer geborgd is en dat soort zaken. Dat komt neer op een bedrag van 400.000. En als je dan, en ik doe het even heel grof, stel dat het je lukt om het LOC na verloop van tijd weer volledig te verhuren, dan ben je dus 200.000 ongeveer jaarlijks minder kwijt aan huur. Dan zou je die 400.000, zou je in 2 jaar, even heel rechtlijnig doorgerekend, zou je die terugverdienen. Nou, die verhuur, dat zou wel eens wat gefaseerd kunnen gaan. Maar goed, tegelijkertijd loopt er ook een proces waarin de stichting LOC veel meer resultaatverantwoordelijk wordt voor de exploitatie van dat gebouw. En de gemeente wat minder. En we zijn nu bezig een uitwerking te maken. Ja, als het gemeentelijk deel, wat vroeger het gemeentelijk deel was, ja, als daar leegstand in komt, hoe gaan we dat dan tussen die drie partijen, hoe gaan we dat oplossen? Daar zijn we nog mee bezig. Dus dat wil zeggen dat als je een leegstand hebt, dat dat niet alleen meer de rekening voor de gemeente is. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar wordt u wel TZT over geïnformeerd. Wat zit er in die 4 ton? In die 4 ton zitten gebouwaanpassingen, ja, omdat we ooit bij de stichting van de BOH hebben besloten dat de gemeentes verantwoordelijk blijft voor hun eigen huisvesting, voor hun eigen gebouwen. De inrichting en planvoorbereiding en dat soort dingen, dat ligt bij de BOH. Dus wat zit er in die 4 ton? Ja, daar zit puur de gebouwsaanpassingen in. Klimatologisch, maar ook heel fysiek. Hè. Werkruimtes op een goede manier creëren. Wat ICT-aanpassingen, dat zit in die 4 ton. Dus als je het totaal beschouwt in die eerste fase, dan is het BOH samen met de gemeente om en bij de 6 ton. Ja, dat kun je uit het overzicht halen. In hetzelfde overzicht, wat als bijlage is bijgevoegd, staat ook wat die tweede fase is en wat die derde fase is. Nou, die tweede fase is met name aanpassing in het gemeentehuis van Ommen. Dat is een Ommense zaak. Als daar de aanpassingen zijn geweest, zodat ook daar gewerkt kan worden op een wijze zoals we graag willen dat er gewerkt wordt, dan krijg je een derde fase, en ik duid dat maar even globaal, van: zitten we nu allemaal goed? Moet er nog wat geherschikt of hergeschikt worden? Nee. Willen we andere functies bij elkaar hebben? En dat is een derde fase.
Nou, die bedragen, volgens mij komt het totaal, als je het helemaal uitrolt met de kennis van nu, en er zit ook een deel om ons geld in, volgens mij zit op een bedrag van, nou, wat is het, 1,4 of zo. Dat staat in de spreadsheet achterin. Maar dat is nog niet aan de orde. Wij gaan eerst fase 1 doen, en dat is 85 personeelsleden in huizen in dit gemeente. Dus als dat niet op tijd lukt, zitten we wel met een probleem, want het LOC wil ook weer heel snel geschikt zijn om verhuurd te kunnen worden. Daar zitten ook bepaalde data in. Dus als 1 februari niet haalbaar is en de aanpassingen in het gebouw van het LOC kunnen pas later dan, nou, zeg maar mei of zo, plaatsvinden, ja, dan loop je daar met de verhuurbaarheid, want daar is ook iets afgesproken over huurtermijnen enzovoort. Is dat wel een lastige. Er zit wel wat druk op in die zin. Dus we moeten er ook alles aan doen om te proberen om op 1 februari de zaak rond te hebben. Even kijken. Ik heb het gehad over de kostenbesparing. De 2 ton. Een ton lag er als opgave vanuit de bezuinigingen. Er komt nog een nieuw voorstel waar de financiële wijzigingen die nadat er een spreadsheetfout is geconstateerd, daar wordt een nieuw voorstel even gemaakt zodat die bedragen kloppen en dat u op dat niveau de juiste besluiten kunt nemen. Volgens mij, voorzitter, ben ik er wel doorheen en zal de heer Snijders nog iets zeggen over het concept. Mag ik nog even, meneer voorzitter, een toelichtende vraag? U geeft aan van het 1 februari, dat is op ons volstrekt helder. In op zich is dat kort, hè, in deze wereld. Ja. Maar wat zijn nou de consequenties als het 1 februari niet? Heeft dat financiële consequenties? Dat is ons niet helemaal duidelijk. Dus ik moet er nog 2 zinnen over zeggen. Ja, dat zal ergens financiële consequenties hebben. Als die bij het LOC liggen, dan liggen ze voor een deel ook bij de gemeente. En als ze bij het LOC liggen en het LOC kan ze niet hebben, dan zullen ze doorgelegd worden naar de gemeente. Want volgens mij, en ik doe het even uit mijn hoofd, is het zo dat de huurcontracten zijn beëindigd op 1 augustus. Of zoveel eerder als mogelijk. Ja, en dan op dat moment gaat het LOC ook nieuwe huurcontracten sluiten met de partijen die nu via de gemeente huren. Ja? En daar is al en daar zit een heel juridisch verhaal achter. Hè? Een verlenging van een jaar en dat soort dingen. Dus dat, ja, om geen huur dus te laten ontsnappen. Nou, dat willen, kijk, als ze het niet willen zitten, willen ze het niet zitten. Maar om ze in ieder geval geen baas te geven voor alle juridisch getouwtrek, willen we graag aan die termijnen voldoen. Ja? Voorzitter, misschien voordat het... Sorry, mevrouw Kelder was ja. Eerder dan u even. Ja? Ik heb dan nog 1 vraag, Bert Olden, en dat is, hebben we voor dit... Voorzitter. Aan de wethouder een vraag, via de voorzitter. Uit, maar u mag het antwoord geven, denk ik, van de voorzitter. We hebben hier voor dit gemeentehuis een aannemer gehad en u hebt daar een beheersovereenkomst mee. Onderhoudscontract. Onderhoudscontract, ja. Klopt. Hoe gaat dat nu als u dit verbouwt en het wordt een andere aannemer die dat gaat doen? Dat gaan we dus niet doen. Oké. Nee, dat gaan we dus. Maar deze aannemer die redt het dan voor 1 februari? Dat hoop ik wel. Dat is afhankelijk van u dit besluit neemt. Hoe sneller u dit besluit neemt, hoe sneller wij hem kunnen zetten. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Maar wat ik daarmee wilde vragen is van, ja, als hij niet die gelegenheid heeft om dat te kunnen doen, want er is druk in de bouw, ja, dan kan dat dus wel groter risico. Daar zit een risico. Zit daar het grootste risico? Maar, ik weet niet, ik kijk even, want zo diep heb ik me niet met het operationele bemoeid. Maar er is al voorgesorteerd bij de aannemer. Weet je dat zo? Ja. Dus maar er is al voorgesorteerd. Dit is wel eigenlijk dan het grootste risico, als ik goed begrijp. Dit is eigenlijk dan wel het grootste risico. Tijd is wel een heel groot risico, ja. Om het tijdig allemaal te halen. Ja. Meneer Dogger had nog een vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Even ter verduidelijking. In het spreadsheet staan als optimalisatiemaatregelen een bedrag van ruim 900.000 euro. En ik hoorde net de portefeuillehouder zeggen, als je het had over de 3 fasen en de kosten daarvan, dat fase 3 een soort optimalisatie van de organisatie is en het herschikken, dat soort woorden zijn gebruikt. Zijn dat dan ook, of past dan bij die fase 3 ook de kosten in dit overzicht als optimalisatie? Want
dat bevreemdt mij, want als je kijkt wat de inhoud van die optimalisatie is, dan gaat het met name volgens mij om verbeteringen in dit pand met lucht en noem maar op. En ja, dat is niet zozeer organisatiegebonden, dus heel concreet, komt er na die optimalisatie, of komt er voor die optimalisatie nog een budgetaanvraag en komt er vervolgens nog voor fase 3 een budgetaanvraag? Dat wil ik toch graag even duidelijk hebben. Kijk, als na fase 2 blijkt dat iedereen kan blijven zitten waar hij zit, dan zal die derde fase relatief veel goedkoper zijn. Als blijkt na de fase 2 dat hier nog meer mensen gehuisvest zullen gaan worden, door wat voor omstandigheden ook maar, ja, dan heb je toch, heb je niet alleen een bureautje bijzetten of een kamertje, maar dan zul je ook aan je luchtvochtigheid, zul je aan je, hoe heet dat, luchtverversingcapaciteit, want het is berekend ook op aantallen mensen en hoeveel per vierkante meter. Maar dan heb je het ook over, moeten we dan de orangerie voor een deel gaan inzetten, ja, voor kantoorruimte of voor gespreksruimte. Ja? Dus ik zou fase 3, we hebben gewoon een doorkijk willen geven van, nou, dit zou wel eens een scenario kunnen zijn. U beslist nu over fase 1. Fase 2, dan moet het college van Ommen benadrukken, moet hij daarover een besluit nemen. En daarna vatten we alles samen en dan komt er voor fase 3, komt er gewoon een nieuw besluit voor te liggen met, waar moet dit gebouw aan voldoen om 50 man, 60 mensen meer te kunnen huisvesten voor wat betreft werkplek. Zo moet u hem even zien. En om nu die hele techniek in te gaan, dat gaat mij een beetje te ver en is uitsluitend bedoeld om u even een totaalbeeld te geven van wat zou kunnen gebeuren. Ja? Helder. Hamerstuk. Oh, sorry. Ik werd mij een beetje gevraagd om tempo te maken, maar ik ging iets te hard van stapel, begrijp ik. Burgemeester Snijders. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sta hier vooral als commandiet om nog een antwoord te geven op de vraag van de zijde van de VVD. Nog even terug naar het concept inderdaad. U had het over healthy aging. We hebben de transformatie nu in gang gezet en deze verhuizing is daar een uitvoering van het oude concept van cultuur, werkspoor en onderwijsspoor. Is het LOC Plus nu vooral ook een soort leercentrum willen we naartoe brengen. Waarbij we vooral willen kijken van wat gebeurt er nou in economisch gezien en maatschappelijk hier in deze gemeente en regio. En hoe kan de LOC Plus daar een bijdrage aan leveren. En daarin hebben we inderdaad geconstateerd dat onderwijs nog steeds een dominante factor is. Dus daar met vrijkomen van de ruimte van de gemeente zouden we dat willen invullen voor een deel onderwijs, maar ook gerelateerd aan innovatie. En waarbij we hebben gezegd van zorg, healthy aging, biedt daar een bijzondere kans. Omdat twee van de gebruikers, zeg maar, het Alpha College, maar ook de Groene Bellen, rondom zorg, gezonde voeding, zeg maar, daar ook kansen zien. Dus het is de bedoeling om de ruimtes die vrijkomen vooral ook te relateren aan de zorg of aan de leerinstellingen die daar zitten, maar meer in de zin van werk-leeromgeving daarvan te maken. Nou, en daar word ik, wat ik begrijp, ook vanuit de stichting LOC en ook de manager die daarop zit, die ziet daar ook degelijk kansen in. En er zijn ook gesprekken over en ik hoop dat dat ook, zodra de gemeente eruit is, ook een invulling kan gaan krijgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan nu wel de vraag of het een hamerstuk of een bespreekstuk moet worden. Bespreekstuk. Een bespreekstuk. Agenda punt 9, rondvraag. Niemand? Dan meld ik nog eventjes dat er zometeen een overleg is met de fractievoorzitters. Die zijn, als het goed is, per mail daarover geïnformeerd. Maar dat is vrij kort geleden gebeurd. Dus vandaar dat ik dat ook hier nog even meld. En dat overleg vindt plaats in de ledersvaartzaal. Ik wens u een fijne avond en dank voor de fijne vergadering.